Goedemiddag, Fef. Hey. Zo, ineens zijn we er weer. Ja, ik dacht ik doe net als vroeger gewoon nu nog even de tweet dat we live zijn. Doe maar even de tweet dat we live zijn. Jordi Jamali, iedereen herkent hem. Het heeft heel veel moeite gekost. Lange onderhandelingen met Fik Jamali om hier weer op de bank te krijgen. Moeite, het was puur financieel, maar we zijn er toch uitgekomen uiteindelijk. Hoe kan jij jouw zoontje de onderhandelingen laten doen? Nou ja, daar kan je moeilijk nee tegen zeggen. Ik weet niet of ze hem kennen. Maar... Nou ja, ja, als ze jou volgen op Insta, dan weten we wel wie er is. Nee, maar heel fijn om terug te zijn op de vrijdagmiddag. Ja, het is wel een beetje gek, want voorheen zaten we aan een tafel tegenover elkaar. Nu zitten we gewoon naast elkaar. Ja, ik weet niet wat dat doet met de dynamiek. Ik ook niet. Ik hoop dat... Lijkt een beetje op één. Op één? Ja. We gaan beginnen. Nee, welkom Michel Dodeman. Ja, dankjewel. Welkom. Het journalistieke talent van 2019, toch? Ja. Sportjournalist. Kennelijk. Sportjournalistiek talent. Ja. Oké. Okay. Was het helemaal een verrassing of wist je dat je genomineerd was? Want eerst... Nee, ik wist überhaupt niks. Niks? Nee, ik hoorde van Sam van Raalten, de hoofdredacteur van Vice, die zei ja, er is een diner van een sportpers. En ja, het wordt superleuk, dus kom je mee. En ik zei ja, ik moet werken, dus ik kan niet. Toen zeiden ja, het wordt echt heel leuk en er is een open bar en we zitten misschien aan tafel met Henk Hoijtink. Toen dacht ik, oké, ja, dan heb laat je ik me. Niet afpakken. Dan heb je me. Ja, ik dacht het zal wel gewoon heel leuk zijn of zo. Maar Sam wist wel van meer. Ja, ja, Sam wist al dat ik gewonnen had. Okay. Ja, dat is wel tof. Okay. Ja, dat is wel tof. Ben je ooit... Hallo Martijn Reuser. Hallo, welkom ook. Ja. Ook te gast in de eerste vrijdagmiddagborrel van 2020. Ooit prijs gewonnen als talent van het jaar? Oh, ik dacht dat je ging vragen of ik journalist van het jaar was geworden, maar nee. In een grijs verleden, denk ik. Wel toch? Denk ik wel. Ja. Ja, want voor de mensen... Nou, ik denk dat iedereen Martijn Reuser nog wel als voetbal kende. Ik moet wel... Eerlijk toegeven dat ik even was vergeten dat je ook in Engeland had gevoetbald. Ipswich Town. Was jij dat vergeten? Ja. Oh mijn god, nieuw. Jij kan alles nog van Match of the Day terughalen, Martijn Reuser? Nou, ik weet 100% wat het Martijn Reuser bij Ipswich speelde, ja. Ja, nee. Waarom in Nederland? Ben je alle clubs in Nederland? Alle clubs weet ik niet. Ajax, Vitesse, RKC, Willem II. Ja. Oeh, daar ga je, Feffie. NAC. Ja, oh. Dat was de laatste. Chapeau. Misschien nog chronologisch bijna ook. Nee, maar welkom ook. Ja. Inmiddels bondscoach van onder 16, assistent ook van onder 19. Ja. En we zijn goed nieuws voorbij komen. Je hebt een fantastisch toernooi gewonnen. Absoluut. Vorige week hebben we in Portugal het toernooi gewonnen met een heel sterk deelnemersveld. Duitsland, Portugal en Colombia als exotische verrassing. En ja, uiteindelijk... Worden we dat toernooi met mooi voetbal, goede resultaten, veel goals. Dus geweldig weer, fantastische omstandigheden. Zeker als je weet dat hier storm 19 was. Dus dat zijn de mooie weken van het jaar. Ja, ik kan me ook wel voorstellen als je dan zo'n toernooi speelt tegen andere landen, dat nou, je sowieso benieuwd bent hoe je eigen ploeg het doet. Maar dat ook opeens je tegen een land als Colombia speelt op die leeftijd. Ja, kijk, ik kan me niet echt een voorstelling van maken van wat voor wat je dan tegenover je hebt staan. Nou ja, dat was voor mij eigenlijk ook. Ik ben natuurlijk wel assistent geweest. En vroeger toen ik tegen dat soort landen speelde, dan weet je wat er gaat komen. Alleen voor de jongens weten dat dus niet. In agressiviteit, in er alles aan doen. Nou, daar hebben we gisteren Ajax tegen Getafe hebben gezien. Dat was nog extremer wat er gisteravond is gebeurd. Maar je kan toch al zien dat de jongens er alles aan doen om ten koste van alles een resultaat eruit te halen. Dus we hebben daar al hele gekke dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld tegen Portugal, waarbij we 8 minuten voor tijd met de onder 16 4-1 voor stonden. En door middel van een rode kaart opeens die hele wedstrijd draaide. Nou, dat kwam uit. Je zegt onder 16, maar hoe kan me... Wat ik me dan afvraag, want we mogen het niet lang hebben over Getafe Ajax op... Waarom niet? Ja, mensen uit de chat, het ligt nog een beetje te gevoelig over gisteren. Nou, het lijkt me toch als het gisteren heeft plaatsgevonden dat we dat vandaag nog wel even mogen Maar spreken. Meer over het anti-voetbal in het buitenland. Hoe andere, dat andere landen dat goed beheersen, andere ploegen. Maar hoe is dat op zo'n jonge leeftijd? Ja, maar kijk, wij benoemen het als anti-voetbal. Ja. Maar al die andere landen is het een onderdeel van het spel spelen. En het spel spelen is resultaat halen. En wij hebben in Nederland dat we ook graag nog goed voetbal willen spelen en op een decent manier. Maar zeker in de Europese, zuidelijke Europese landen en in Zuid-Amerika is alles geoorloofd. Ja. Omdat daar ook vaak alles geoorloofd is, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Ja.
Dus in dat opzicht zitten wij in een hele beschaafde wereld, waarbij ik soms ook wel eens denk van jongens, er mag wat meer aan gedaan worden. En dat zijn die ook die slimmigheden. Maar daar leren ze dus van. En dat hebben we vorige week weer in Portugal, hebben we dat geleerd. Ja, ja. En je wilt wel even over Ajax hebben? Nou ja, het lijkt me toch een legitiem gespreksonderwerp. Was je verbaasd? Ik was niet verbaasd. En het is, ja, het is natuurlijk een beetje gek, maar het is ook wel, denk ik, extra vervelend. Als het zo erbovenop ligt, dat het dan ook nog eens uitkomt, zeg maar. Ja. Dat je dat dus totaal niet tegen kan weren. En ja, gisteren zei ik van, ik stoor me veel meer aan het feit dat Ajax daar niet opgewassen tegen is, dan het feit dan dat de tegenstander het doet. Want het ging natuurlijk alleen maar, oh, Getafe wat een kutploeg. En oh, Getafe wat vervelend. Ja. Maar ja, ten eerste was het nu geen verrassing, want al 100.000 mensen hadden het aangekondigd. En dat je daar toch op een of andere manier niks tegen weet in te brengen. En dat zie je in het klein natuurlijk, in de Eredivisie vaak. Utrecht uit als ze er zin in hebben. Groningen uit als ze er zin in hebben. ADO uit, vroeger. Vandaag de dag niet meer. 100 jaar geleden. Nee, maar het blijft gewoon een moeilijk punt. Ja, ik snap het gewoon echt niet. We hebben het vandaag ook in de podcast over gehad. En toen zei Broes zei het ook. Het is gewoon heel gek dat juist de ervaren jongens die alles al hebben meegemaakt. Weet je, want ik had natuurlijk dat filmpje van Babel. Dat die gozer na ging doen. Die schalm maakt. Ja, ik vond het zeer vermakelijk. Omdat ik me kapot heb geërgerd gewoon aan het spel. En vooral waar ik me kapot aan heb geërgerd. Dat je hier zo in mee laat gaan, toch? Dat is het hele ding. Juist de ervaren jongens die op dat moment niet het besef hebben van dit is precies wat ze willen. Het ageren tegen de scheidsrechter, het ageren tegen de tegenstander. Ja, maar ik vind het dan ook wel weer een beetje te makkelijk om alles daarop af te schuiven. Ik heb soms het idee dat het ook voor spelers en misschien ook voor trainers en voor supporters een beetje een soort excuus kan zijn van ja, maar ze spelen anti-voetbal. Maar ik denk dan van ja, Ajax heeft het zelf natuurlijk ook gewoon slecht gedaan. Ja, Ajax heeft het slecht gedaan, maar ik denk dat ze het juist mede slecht hebben gedaan omdat ze zich zo snel uit de tent hebben laten. Nee, klopt. Ja, klopt. Maar ik vind het dan ook altijd, denk ik, ja, het hoort erbij of zo. Het is ook een kwaliteit om daar niet in mee te gaan. Hoe moeilijk is het in de praktijk om het te negeren? Want dat is natuurlijk altijd wel makkelijk praten vanaf de zijkant. Dat je zegt van, zoals dat slotfase tegen Valencia, van ga er nou niet in mee, probeer dan nog wat. Maar ja, op een gegeven moment zit het natuurlijk ook tot hier. Alleen gisteren gebeurde dat iets vroeg. Maar is dat, kan je gewoon zeggen van nee, ik weet dat ze vervelend, ik ga voetballen. Ja, het blijkt toch ook weer zo te zijn dat het ook onwijs moeilijk is. En dat heb ik. Kijk, ik was ook een opgewonden standje. Dus ik kon. en nog steeds. En dan zeg ik tegen mezelf, je gaat nu even rustiger aan doen. Maar dan gebeuren er toch weer wat dingen in het veld die dat triggeren. En dat is ook het mooie, toch wel, dat er toch altijd wel weer emoties bij komen. Dus het is ook mooi. En wat Babel deed, ja, het was, ik vond het zo logisch dat hij zoiets deed. Maar het ziet er natuurlijk kolderiek uit en je bent dan weer helemaal totaal. We hebben nooit eerder zoiets gezien, toch? Nee. Niet van Nederlands ploeg. Ik denk dat er wel, er zijn wel volgens mij van die hele bekende filmpjes van dat zo'n gozer theatraal ook gaat vallen. Maar volgens mij op Europees verbandniveau kan ik het me niet. Ik vond het filmpje dat hij die aansteker tegen zich aankreeg. Ja. En toen ging rollen. Nou, dat was toch. Ja, hij heeft zich wel uitgelaten dat de UEFA zal hier duidelijkheid in scheppen. Want mensen moeten niet zich bezighouden met mij, maar met de gozer die aansteker heeft gegooid. Nou ja, kijk, ik word altijd een beetje negatief als ik Ajax slecht zie voetballen. Maar ja, ik denk ook niet kwaad worden op die gozer die er alles uit probeert te halen en een showtje van maakt. Maar ja, toch diegene die daar niet nadenkt over. Want volgens mij is het Ajax-publiek al een paar keer gewaarschuwd. Hebben ze het al redelijk moeilijk. Chelsea uit hadden ze geen supporters. Nee. Door eerder ongeregelheden. Nee, dat zal en als je nou zo dicht op dat veld staat en je weet 100% dat het gevangen gaat worden door het beeld. Dat jij, wat daarvoor was, al bij die corner waren al 2-3 aanstekers naar beneden gegaan. Ja. Nou, nu eentje die hem raakt. Niet zo hard. Hij maakt er een showtje van. Maar ja, diegene die dat toch beslist om te gooien, die neemt heel veel risico om een heleboel mensen hun uittripje te verpesten in de toekomst. Ja. Als hij dit seizoen nog in. Ja, ik vraag me gewoon af waarom een aansteek. Ja, maar weet je, ik heb sowieso geen aansteek, want ik rook niet. Maar gewoon dat je maar gooi al los geld, waterflesjes. Ja, waarom? Nee, maar probeer even gewoon, zeg maar, advocaat van de deugd te zijn. Waarom kan je dat dan wel gooien? Wat is daar goed aan? Waarom? Nou, gewoon dat je wel dingen gaat gooien uit frustratie. Hoor. Ik snap gewoon niet dat je met dingen gooit. Ik heb ook wel eens mobiele telefoons gezien die naar mensen gegooid zijn. Zeker. Naar Bazoer een keer. Ja, toch? Volgens mij was dat tegen ADO of zo. Ja. Ik zou bijna zeggen, wees blij dat het daarbij blijft.
Want mensen hebben ook wel eens wat andere dingen in hun zak. Zoals? Ah, ja. Ik ben heel benieuwd waar jij nu aan zat te denken. Ik bedoel, de problematiek. En dat, ja, oké, okay, met messen en alles. Ja, nee. Zo, ja. Dus, nou, of we nemen ze wat nootjes mee in het stadion. Ja. Misschien dat je een nootje kan gooien. Ja, maar, nee. Ik vind het natuurlijk enorm dubbel. Ik kan natuurlijk niet gaan lopen... Wat? Hoe noem je dat? Zeggen dat je een ideale schoonzoon bent in het stadion. Nee, dat zeker niet. Maar ja... Een Turkse wedstrijd is geen wedstrijd op het moment dat er niet iets naar beneden is gekomen. En daar geniet ik enorm van. Dus dat is een beetje hypocriet. Maar ja, dan kijk je toch net meer van afstandje of zo. Of dat het niet je eigen ploeg is. Ja, is ook zo. Maar goed. Dat je ermee opschiet, niks. Dat is pure frustratie. Alleen vroeg ik me af gisteren dat het zo snel was. Ja, dan ja, ik ook. Vind ik het nog gekker, zeg maar. Als je het aan het eind van de wedstrijd doet, dan denk je nog... Nou, oké, okay, iemand trekt het niet meer en die gooit uit frustratie wat weg. Maar laten we vooropstellen, het was een beetje een parodie op voetbal. Want we zitten eigenlijk alleen maar op de randverschijnselen aan het praten. En we hebben totaal niet maar over... Ze hebben het maximale eruit gehaald, want ja. Get tough. Nee, maar als je vorig jaar tegen Real Madrid... dan heb je het alleen maar over de goals en over het voetbal. En nu heb je het eigenlijk alleen maar over de randzaken. Ik vind het heel knap wat ze hebben gedaan. Get tough. Ja, nou, dat is echt heel knap gewoon. Hè? Je staat niet zo niet... Wat ik ook wel terecht zag van mij was Sam Planting. Die had al gezegd. Sta niet zo niet derde in de Primera Division. Het is niet dat het opeens een verrassing is dat ze Ajax het moeilijk kunnen maken. Ajax zit sowieso niet in een hele lekkere periode. Nou, als je dan op deze manier Ajax onmogelijk kan maken om te voetballen. Heeft het gewoon heel goed gedaan, toch? Alleen die trainer is natuurlijk wel een complete idioot die zegt... Ajax nog steeds de favoriet. Ja... Ja, dat, ja. Nee, maar even serieus. Maar ja, dat zie je ook in dat Klopp nog niet uitspreekt dat ze kampioen zijn. Dus ja, dat is gewoon heel... Kan je ons één belofte doen? Nou, je bent nu onder 16, nou, dan word je onder 19 en dan ga je betaald voetbal en word je hoofdtrainer. Dat als jij 91 punten voor staat op de nummer 2, dat je zegt, nee, we zijn nog geen kampioen, we moeten die wedstrijd nog wel winnen. Ja. Alsjeblieft, Martijn. Word dan de eerste trainer die gewoon zegt, ja, we zijn kampioen, we zijn al alles aan het uitzoeken. Maar dan moet je wel bij de feiten blijven. Hij staat niet 91 nee, punten maar hoeveel voor. Punten? 25? Voor mij wel. Hij staat... Over 5 wedstrijden kunnen ze kampioen ja, worden, ja, dat bedoel toch? Ik. Ja, maar erger jij daar niet aan? Ik kan me ook voorstellen als trainer dat je dat vroeger dacht. Nee, wat zeg je nou, man? Nee, absoluut. Kijk, er zijn sommige trainers die altijd heel reëel zijn en altijd heel erg duidelijk zijn. En tussen de linies wel eens een opmerking maken waar je eigenlijk weet, hij bedoelt dat. Maar er zijn ook trainers natuurlijk die uit hun nek zitten te praten. Ja. En dat je denkt van, kom op man, neem eens een standpunt in. Maar ja... Er zit toch ook wel weer een achterliggende gedachte achter. Het is wel angstig, maar goed. Gaat Ajax het nog goed maken? Ik denk dat ze wel dichtbij komen. Of het echt helemaal gaat lukken, dat weet ik niet. Ben jij voor Ajax of niet? Ik ben een compleet onafhankelijke sportjournalist. Staat dat? Maar ik kom wel uit Amsterdam. ik weet niet. Ik denk inderdaad dat Ajax het... Ik zie ze wel winnen, maar ik zie ze niet... 2-0 winnen plus verlenging, dan nog iets. Ik zie ze niet 3-0 winnen. Oké, okay. Ik had vanochtend het gevoel dat Ajax een grotere kans heeft om door te gaan dan AZ. Daar heb ik met schuin oog zitten kijken gisteravond nog. Auw, wat is dit, man? Een stift. Oh, een stift. Is dit met een reden? Goed. Nou ja, ik denk dat een beetje 50-50 toch? AZ? Ik was nog niet zo onder de indruk van de tegenstander. Nee. Oh, jij vindt het mooi hè, dat er dingen naar me hoofd gegooid worden. Ja, nee, ik zit hier met een grote glimlach. Breng ze nou niet op ideeën. Ik heb er nog een bal. Ja, ja, heel goed. Heb je wel AZ gezien? Nee. Jij wel? Deels. Ja, ik heb wel net nog de highlights gezien. Ik zag Jordi Klaasie met zijn analyse. Dat ze scoorden een doelpunt en daarna hebben ze alle ballen weggetrapt. Ik heb die wedstrijd te kijken. Las Klins was 1 gewoon beter. Kreeg echt heel veel kansen op meer. En uiteindelijk komt AZ heel gelukkig nog aan de 1-1. Ja. Maar Las Klins was gewoon veel beter. Had het veel beter voor elkaar. Het was natuurlijk moeilijk voetballen. Het was verrassend heel winderig in het avondstadion. Waait het anders nooit. Maar AZ is gewoon goed weggekomen. Maar ik zie AZ het in de vorm ook waarin ze nu verkeren. Die hebben gewoon echt, ik wilde niet zeggen, gewoon echt een vormcrisis. Ja. Het is gewoon heel pijnlijk om te zien. We hebben natuurlijk een hele goede eerste seizoen zelf gedraaid. Maar ook gisteren creëren weinig. Ze misten natuurlijk wel een paar cruciale spelers gisteren. Maar het is gewoon wel zonde dat het nu gewoon... Volgende week donderdag kan het klaar zijn voor Nederland. Ja. In Europa. Ja, nou, normaal gesproken is dat,
is dat toch niet, zou dat niet een heel opmerkelijk seizoen zijn? Door de prestaties van Ajax van vorig jaar lijkt het dan misschien alsof het een soort van ineenstorting weer is van Nederlands voetbal. Dat valt wel mee. Ik denk AZ overwinnen, gewoon een knappe prestatie. En dan ja, last cleans. Het is een beetje zo van, normaal gesproken denk je van, had je daar niet van moeten winnen op basis van de naam van de club. Maar als je ze inhoudelijk ziet voetballen en tegenwoordig veel meer van dat soort ploegen, dan is het niet eens zo, dan is het niet eens zo gek. PSV is niet gelukt tegen Las Cleans, toch? Nee, inderdaad. Nou. Maar dat is ook wel mooi, want Sam Planting natuurlijk, VI Pro hadden fantastische verhalen geschreven, ook Getaf. Maar ook Las Cleans staat gewoon bovenaan, want in Oostenrijk, en iedereen heeft heel veel compliment voor Red Bull Salzburg. Mm. Zij staan gewoon boven Red Bull Salzburg, weet je, in Oostenrijk. Ja, en die zijn er gisteren ook afgegaan, toch? Ja, die zijn er gisteren goed afgegaan tegen Frankfurt 4-1. Ja, Frankfurt 4-1. Maar net hun spits kwijtgeraakt, hè? Dortmund, Salzburg. Ja, maar ik bedoel meer om te zeggen, het is niet dat we tegen dat AZ tegen een B-ploeg speelde als Las Cleans. En zeker niet als je die wedstrijd hebt gezien. En ik vond het wel maar serieus, dat heeft niks te maken. Maar je hebt toch dit jaar al twee keer de wedstrijd tegen PSV kunnen zien. Dat waren wel twee hele andere wedstrijden. Want in Eindhoven was PSV wel eerst wel echt herenmeester. Toen hadden ze echt moeten winnen ook, die wedstrijd. Ja, maar dat deden ze dus niet. Nee, klopt. Dus dat geeft wel aan dat je daar niet even met twee vingers in je neus van hoort te winnen of zo. Uh-huh. Dus ik vind dat niet zo. Ja, natuurlijk. Wat? Er zette iemand. Dat was een fantastische tweet van jou van de week. Plam Santing. Dat is mijn nieuwe favoriete medewerker van voetbalprimeur.nl. Kijk, wij hebben het niet zo op voetbalplaksites. Martijn, ik zal het even bijpraten. Maar van de week stond er dus ook een analyse op voetbalprimeur. Ja, ik had het nog niet eens geopend, maar ik zag alleen die kop. Toen dacht ik van, nou, dit kan bijna niet anders was gewoon dan van VI Pro gewoon. Ja, zo goed als was het. Het was een paar keer een backspace ertussen en een enter. En voor de rest, dat is wel erg problematisch, vind ik. Als zelfs, zeg maar, kijk, vroeger was het natuurlijk het snelle nieuws, wat overal vandaag gejat werd en overal. Maar als nu ook al de kwaliteitsjournalistiek, kijk, het is natuurlijk makkelijk. Ze nemen met het bedrijf één VI Pro-account. En dan is het husselen met woorden. Ja, ze hebben het vorig jaar toch ook al gedaan met een wedstrijdverslag. Ja wedstrijdverslagen worden sowieso 1-1. Groningen of zo, dat gewoon 1-1 inderdaad. Ja. Maar goed, ze hebben wel een zware week met het overlijden van de man van copy-paste is overleden. Sorry? Dat jij dat niet mee kreeg. Iemand stuurde dat naar mij, maar ik snapte de grap. Ik dacht dat misschien echt iemand dood was. Maar ja, er is echt iemand dood. Okay. Wat denk je dan? Dat er niet iemand. De man die copy-paste bedacht heeft, die is overleden. Rip al de voetbalsites natuurlijk. Dat die niet een dag op zwart zijn gegaan. Ik heb vroeger ook, maar dat was altijd beeldmateriaal. Dus ik vind het ook erg om te horen. Trouwens, Dat is, jij acteert natuurlijk met Five Sports in een totaal andere wereld, zeg maar, dan de voetbalplaksites. Ja, nee, het is toch zo? Ja, dat is eigenlijk echt super knap wat jullie voor elkaar hebben. Zelfs dat schroomt ze niet om te jatten, want dat weten we van Sam. Nee, dat toch? Zijn interviews en zijn portretten worden menigmaal gewoon 1-1. Ja, die interviews, ja, inderdaad. Ja zeker is ook wel. Zo. Maar het is vaak natuurlijk wel met hele niche onderwerpen die je dan 2-3 weken later ergens anders ziet voorbij komen, dat je denkt, ja, er zit wel een patroon in, maar ja, goed, ja. Kan je daar wat tegen doen? Of is het, mag nee, dat? Nee, dat mag volgens mij niet. Nou, in ieder geval, waar ik weet dat Google nu mee bezig is, is dat, zeg maar, als je op zoektermen gaat doen, dat, zeg maar, de bron, zeg maar, de eerste partij die het gepubliceerd heeft, die komt dan automatisch hoog te staan. Dus stel dat Michel een verhaal heeft met jou en Martijn zit thuis alles over te tikken en die komt een paar uur later, dan zou jij in de zoektermen boven moeten staan. Maar je houdt niks tegen dat als je een paar woorden aanpast, dat je dan gewoon een nieuw artikel tikt. Maar het is gewoon, ja, weet je, het is mooi dat Five Sports is ontstaan. En we hebben Sam hier een paar keer gehad. We hebben Dave al een keer gehad. En hebben we nu jou hier. Weet je, het zijn ook allemaal gasten die het ook anders doen. En blijkbaar is er ook gewoon een publiek voor. Dat er ook, toch? Ja, maar ik vind het, ja, het is heel raar om te zeggen dat ik dat niet gek vind. Maar het is meer van, ja, wij maken ook gewoon wat we zelf willen lezen. Ja. En ik hoef geen interview te lezen met de rechtsback van Heerenveen die terugkomt van een blessure of zo. Ja. Mij doet dat niet zoveel. Nee. Dan heb ik liever, ik heb ook liever gewoon één keer per week een heel goed artikel dat ik lees dan elke dag gewoon een beetje vullende content. Maar heb je er wel eens met de mensen gesproken waarvan je het laat dacht, had ik misschien eigenlijk niet moeten doen? Of niet dat je dat gesprek niet had moeten doen, maar dat je dacht, ja, okay, dit is misschien toch een beetje te algemene, een algemeen verhaal geworden. Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, tenminste, ja,
meestal, ik schrijf sowieso niet super veel stukken. Dus als ik iets schrijf, dan weet ik wel vrij zeker van, ik vind dit gewoon leuk, ik vind dit tof, dit wil ik maken. Ja. En ik probeer dan als ik gesprek met iemand heb, ook altijd gewoon een andere invalshoek te vinden. En als het niet lukt, ja, jammer dan. Maar dan is het wel in ieder geval geprobeerd. En dat is altijd nog beter dan dat je een soort generiek artikel hebt. Ja, nee, ik kan me ook voorstellen dat nu je dit wat vaker hebt gedaan en dat je vaker dat je ook nu gewoon mensen tips toegespeeld gaat krijgen, toch? Dat mensen zeggen, hey, tof verhaal, misschien moet je een keer met hem of met haar een gesprek aangaan. Ja, die tips zijn meestal wel dubieus. Het is vaak dan wel van iemand op een verjaardag dat je denkt van, die dan zegt van, ja. Mijn oom is echt heel leuk, die moet je interviewen. Die dan zegt van Ricardo van Rijn, die heeft ook wel een leuk verhaal. En dan vraag je, ja, wat dan is het van, nou ja, die heeft veel transfers gemaakt de laatste jaren of zo, dat soort dingen. Maar soms zit er inderdaad wel een leuke tip bij. Ja. Wie zou jij tippen die Michel een keer moet spreken uit de voetballerij? Gewoon een mooi verhaal heeft. Het hoeft niet alleen zozeer over voetbal te gaan, maar gewoon waarvan je dacht, ja, dit is echt een mooie gast. Media komt natuurlijk altijd uit bij de gasten die goed spelen. Maar er zitten waarschijnlijk ook kinderen goden tussen hebben gezeten die hartstikke leuk waren om te spreken. Er is een jongen waar ik bijvoorbeeld bij Ipswich mee speelde, een Nederlandse jongen. Daar weet ik nu dat hij niks meer heeft. Nee, niet Fabian. Nee, een andere jongen. Die ligt in de goot, zeg maar. Maar wie was dat? Was een Marokkaans talent, die jongen? Nee, Guimio Grave. Dat was niet hij, maar ja. Dus daar, dat zou een mooi artikel zijn. Maar moeten we raden wie het is? Volgens mij... Of zei ik het net? Volgens mij... Zei je net ook? Ja, Graven, ja. Ja, dat is een jongen uit de Ajax-jeugd. En Ajax-jeugd is toen naar Engeland gegaan. Verdiende daar best een aardig salaris. Nou, je hebt in die tijd zat je er ook daar. Ja, maar dat was in die tijd dat als je bij Ajax speelde, dan kon je ongeacht overal naartoe. En nou, ik weet bijvoorbeeld van die jongen dat een bepaalde kant is opgegaan die niet helemaal zo moeten zijn. Ik heb het vorig jaar of twee jaar geleden, dat hij in de Bijlmer een keer is opgepakt. Zeg maar ook met een wapen op zak. Wie? Guillermo Graaf, zeg ik het goed? Ja, Guillermo Graaf. Ja. Maar er zijn ook, dat is even een negatief voorbeeld, maar er zijn ook hele mooie voorbeelden waar ik nu niet even 1, 2, 3, want nee. Nu vraag je me iets, want ik wil ook niet te veel prijs geven, anders ga ik uiteraard daar recht op vragen als je met zo'n artikel komt. Maar is op zich een heel interessant verhaal. Nou, het is natuurlijk ook met jeugd elftallen, met bijvoorbeeld zo'n Oranje onder 16. Dat is ook interessant. Want zeker. Soms merk je een paar jaar later dat bijna iedereen prof is geworden of een groot deel prof is geworden. En is er één iemand, vaak dan een aanvoerder of zo, en die is accountmanager. En die is daar ook gewoon tevreden mee. Ik zag laatst dat Daan Disveld is toen bij Jong Oranje mijn verhaal gaan vertellen, toch? Hij was aanvoerder van de lichting. Daar was ik bij, ja. Dat was volgens mij de contrast maken van oké, je bent aanvoerder, je wint wat. En je kan dus die kant op gaan. Accountmanager, ik weet niet helemaal, maar hij werkt nu bij kantoor. Hij stond daar toch met Tony Verlena, toch? Ja, met z'n tweeën. Ja. Klopt. Ja. Dus en zo wil je de jongens laten beseffen, als je het even mist, kan je die kant op gaan. En er kan ook iets heel moois ontstaan. En daar zijn natuurlijk ook de legio voorbeelden. Waar mensen zich natuurlijk ook wel mee willen associëren met succesverhalen. Ja. Jongens die vanuit jongs af aan er alles aan doen. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Dat werkt natuurlijk ook inspirerend. Dus ik lees dan ook liever een artikel die je mij ook inspireert. Mm. Maar ik kan ook duidelijk weten van, hey, als je, ik heb wel eens een keertje vorig jaar bij de jongens het verhaal van Gascoigne laten meegeven van een foto toen hij nog voetballer was. Want die gasten die kenden natuurlijk Gascoigne helemaal niet. Tot aan vorig jaar, toen hij aan de alcohol zat. Wow, is dat dezelfde jongen? En dan probeer je daar een soort connectie in te maken van, Als je niet oppast. Ja. Dus bewustwording. Wat ook wel gek is, bij onder 16 natuurlijk, de lichting jij hebt. Het lijkt wel dat ze steeds jonger... Nou, het is ook gewoon steeds jonger, steeds bekender. Steeds meer geld. Ja. Nu al op jongere leeftijd krijgen. Dus de verleidingen worden ook steeds groter. Zou moeten meevallen, toch?
Hoezo? Nee, ik denk dat toen Martijn bij, zeg maar, bij Oranje onder 16 zat, dat niemand iemand er kende. Er was nul aan. Nee, de bekendheid sowieso. Met social media, dat gaat heel hard. Ja. Maar financieel valt het, dat kan toch nu nog niet? Op je 16 Vanaf 16 jaar. Ja, maar, dan begint het. Ja. Voor mij ligt het dan wel, in tegenstelling tot toen jij 16 was, wel al contracten klaar waarvan je denkt, ooit is het contract natuurlijk van Nouri uitgelekt bij Ajax. Nou, daar hadden natuurlijk mensen het natuurlijk al echt een paar dagen over. Hè? Hoeveel hij toen al kon verdienen. Nou, ik denk dat het dan niet minder is geworden. Dan heb je het over de toptalenten in Nederland. Laat staan als je naar het buitenland gaat. Ja. Toch? Ja, je hebt natuurlijk top. En er zijn er ook, we zouden heel makkelijk om te zeggen, ja, die jongens die verdienen al heel veel. Maar ik ken ook jongens die op een 18e al een redelijk niveau hebben, maar nog steeds geen contract hebben. Dus daarin zit ook van, oké, de langere termijn. Kijk, ik vind als iemand het gemaakt heeft binnen het voetbal, is het 10 jaar plus profvoetbal. En alles wat daarvoor zit, is natuurlijk wel extreem, maar het gaat ook snel op. Maar merk jij zelf ook dat die jongens van bijvoorbeeld 16, 17, dat die een andere staats hebben dan jij en jouw ploeggenoot hadden? Ja, op die leeftijd. Omdat natuurlijk ook, ze gebruiken de sociale media nu zelf ook. Hè. Ze kunnen zelf posten. We maken ze er ook bewust van door middel van wat workshops. En je kan à la Depay een bepaalde image creëren. Wat natuurlijk ook heel erg, zo kan je ook zijn. Dus wees je bewust dat je ook een bepaalde marktwaarde hebt. Waarbij je kan zien, oké, dit ben ik. Hier sta ik voor. Dus dat was in mijn tijd was dat heel anders natuurlijk. Dan werd je geïnterviewd door VI en that's it. Ja, is ook zo. En dat kwam 1 keer per week uit. Ja. Dan had je mazzel als je dat had gelezen. Overigens, vraagt nu iemand in de chat. Timo Zaal, zit hij bij jou bij onder 16? Ja. Die tekende vandaag zijn eerste profcontract bij Heerenveen. Nou, dan hebben we het. Wat voor een speler is dat? Wordt dat een goede prof? Wil Arsenal Nasri weten? Dat is al in potentie een goede prof. Heel erg bewust met zijn ontwikkelingspunten bezig. Dus waar kan hij beter in worden? Heel serieus. Plichtsgetrouw. Kan alles redelijk goed. Dus kan goed verdedigen, kan goed aanvallen. Goed duelleren. Weet waar het te halen is. Positioneren. Dus heel mooi voor Heerenveen dat hij een langjarig contract heeft getekend. Zitten er al jongens al dicht tegen het eerste aan? Die bij onder 16? Timo is dit jaar in de winter meegegaan met Heerenveen in trainingskamp. Zijn eerste stappen. Ja, dus eerste stappen. En daar zit gewoon muziek in. En wat ik al zeg, we hebben vorige week gezien dat er heel veel muziek zit in heel veel jongens. Alleen, ja, het is nog steeds voor hun ontdekken waar dat gaat eindigen. En dat zien we pas eigenlijk wel over 10 jaar. Ja, ik zit een beetje. Ik heb dat zijn meer onder 17, onder 18 jongens die we. Hoever zit nu onder 18? Ja. Van Liverpool. Ja. Xavi Simons is onder 18. Is onder 17. Onder 17, ja. Dat zegt trouwens iemand over. Enig idee wat hij bij Paris Saint-Germain verdient, volgens de geruchten? Nee. Dus gok? Je moet je gokken op Paris Saint-Germain, wat een jeugd onder 17, heeft met heel veel social media waarde. Miljoentje? Ja. Ja? Ja, dat wordt nu gezegd. En ik zou ik ook geven, hoor. Ja, jij ook? Tuurlijk, het is alleen een gesponsorde Instagram-post. Is al, haal je er zo weer uit. Nee, maar begrijp je, dat is dus al... Die jongen heeft nog nooit op het hoogste niveau gespeeld. En heeft dus al de verhalen ongelooflijk veel marktwaarde. Dus dat levert geld op. En dat levert bij hem ook geld op. Ja, en ik ben altijd benieuwd of er over nagedacht is, zeg maar, vanuit het hele traject in wat voor... Toch, volgens mij telt het negatieve aspect wat eraan vastzit om het op deze manier te doen, dat het te zwaar telt ten opzichte van wat het kan opleveren. En dat is een onrealiseerbaar verwachtingspatroon. Maar noem eens wat negatieve dingen en ook wat positieve dingen. Nou ja, ik begrijp wel, maar ik ben ergens ik heb per toeval tegengekomen dat Regilio Simons, die is dan op dat moment speler bij Turkiumspor in Amsterdam. Okay. En dan is hij volgens mij voor de winterstop is hij zichzelf aan het trainen en dan is het einde van zijn carrière en dan gaat het erover van, denk je dat je het gaat missen of dat soort zaken. En dan ik heb één doel in mijn leven, dat is mijn zoon en dat soort dingen. En dan gaat natuurlijk jeugdopleiding hier in Barcelona daar, nu overstap naar de... Dus ik denk dat hij daar heel veel tijd en energie en heel veel liefde in heeft gestopt. Maar in de tussentijd is dat hele social media verhaal erbij gekomen en dat loopt parallel eraan. En ik denk, iedereen kent die jongen, terwijl ik denk misschien 1% ooit een wedstrijd van hem heeft gezien. En als je zo'n image creëert van waar hij perfect in past, van het
gigantische talent. Ja. Dat er zometeen als hij prof moet worden, dat er zo'n verwachtingspatroon ligt bij mensen ja. die hem niet eens kennen. Dat is heel moeilijk waarmaken, lijkt mij. Ja. Nee, maar dat is waar. Alleen uiteindelijk is het soms ook. Gaan ze nu pas merken van wauw, dit is allemaal dus gebeurd al. Ja. En wat het opgeleverd heeft, is dus toch alweer heel veel geld. Ja, dat zeker. En als je het vanuit daar gaat redeneren, alleen ik denk altijd dat het vertrekpunt geld is nooit uiteindelijk zaligmakend. Het vertrekpunt is sportieve doelen stellen. En uiteindelijk komt dan het geld. Alleen ja, nu in deze wereld is het soms dus andersom. Maar dit is nog steeds over Xavi, toch? Want dat is het hele verhaal over het geld. Dat bij Barcelona werden er jongens die contracten kregen. En Barcelona wilde hem dat geld niet geven. En toen zijn ze weggegaan. Jij bent heel op de hoogte van voetballend Instagram, social media. Zit Xavi Simons of andere jeugdtalenten daarbij? Nee. Waar je af en toe een blik op werpt? Nee, want dat is alweer een soort van te overgeproduceerd. Ja, te mooi met gemaakt. Wat is dan een voorbeeld van hoe het wel moet? Clint Leemans vind ik heel goed op Instagram. Zo'n hondje? Ja, dat vind ik sowieso leuk om te zien. Dat hij dan zijn hond gaat wassen. Ja. En hij had ook een tijdje geleden dat hij nadat ze een keer hadden gewonnen, dat hij schreef: "Please don't scribe us off." Ja, dat vind ik echt top. Ja, maar dat is gewoon leuk. Maar dat is toch gewoon leuk. Je wil toch zien, je wil iemands privéleven zien. Je wil gewoon zien wat iemand in zijn vrije tijd doet. Dat is een beetje waarom je... En niet voor de gesponsorde matchday Adidas poster. Weet je wie echt heel leuk nu is? Nou? Lars Veldwijk in Zuid-Korea. Oh, is dat goed? Oh, ja. Dat moet je echt even zien. Die ziet heel vaak handleidingen en zo. Ja. En die heeft dus werkelijk waar geen idee. Dus dan zegt hij op Insta, hoe moet ik de wasmachine aanzetten? En dan doet hij dat ding. En dan krijgt hij natuurlijk 100.000 dingen krijgt hij naartoe gestuurd. En dat is best leuk, want er zijn allemaal dingen. Als de laatste bij zijn sushi lag er zo'n kwast. Dus hij had geen idee wat hij daarmee met die kwast moest doen. Ja, dus ik vind het zeer gemakkelijk. Hij heeft van dichtbij kunnen zien hoe je moet vloggen. Misschien moet hij er vloggen bij. Maar dat vind ik wel leuk, want vroeger dan was het gewoon zo'n speler was 1 of 2 of 3 jaar naar het buitenland. En dan was hij weer terug. En dan hoorde je af en toe een verhaal in een interview. Maar nu kan je dat bijna live meemaken hoe het is en hoe die cultuurclash is. Dat vind ik wel heel leuk. Dan hoef jij hem niet met de interview als hij terugkomt. Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Voor mij is het misschien niet handig, maar... En ik denk ook wel de impact in sommige landen, weet je, als spelers daarheen gaan met hun sociale media, dan heeft het zo'n veel grotere impact. Bijvoorbeeld als je ziet Vincent Jans die naar Monterrey ging in Mexico. Mm. En daar even één postje deed in het Spaans dat hij zoiets zei. En toen dacht hij, oké, dat werkt wel. En toen werden ze kampioen. Toen ging hij daar op een plein, pakte hij de microfoon van de presentator, ging daar gewoon liedjes zingen en dat soort dingen. En gewoon, ik weet niet, dat is gewoon wel mooi dat mensen op een gegeven moment vergeten in de wereld waarin ze, zeg maar, horen te leven. En dan gewoon doen waar ze op dat moment heel veel zin in hebben. Zou jij het willen hebben gehad ten tijde van opkomen in de voetbalcarrière? Instagrammetje erbij? Ja, maar ik heb het nu ook. En je kan het doen... Maar je kan er niet alles op doen wat je wil. Nou, als ik dat zou willen, toch wel. Maar ik doe dat niet, want ik doe het bewust niet. Maar ja. Hey, En daarom zeg ik al, ik vind het wel grappig dat hij zei over die hond van Leemans. Maar ik ben blij dat hij geen poes heeft. Ja, nee, inderdaad. Want dan moet je die zien gaan wassen. Ja. Dus, nee, maar kijk, dat is hetzelfde. Wat is het? Dus die image building. Ja. Wat ik al zeg, ja, ik ga geen gekke dingen erop zetten. Want ik wil zo overkomen. En zo ben ik ook opgegroeid. Dus en maar het is wel vermakelijk om te lezen. Alleen als het dan minder gaat, dan moet je ook, als je de boemerang terugkrijgt in negatieve zin, dan moet je hem ook gaan vangen. Ja. Dan denk ik even aan Hazes en hoe heet ze nou? Bridget. Dankjewel. Daar ben je ook van op de ben hoogte. Ben ik ook van op de hoogte. Ja, precies. Nee, maar weet je, daar zou je ook wel goed over kunnen staan. Ja, maar zeker. Ik verwacht wel enige acceptatie van de mensen juist. Dat als jij een open persoon bent, dat ze daar niet over je vallen op het moment dat het slecht gaat. Omdat je het zeg maar dan toch wel... Ja. Maar je eigen geweest. Ik denk dat mensen veel meer op de succesverhalen zitten te wachten door die een keer vallen om massaal tegen te gaan. Ja. Ik denk als Clint Leemans eigen doelpunt maakt, dat niemand zegt, deze week wil ik die hond niet zien. Nee, toch? Nee.
Ja, maar ik denk trouwens dat het voor jonge spelers ook wel leerzaam is. Want je leert echt van een jonge leeftijd al omgaan met media. Vroeger was dat dan alleen gesproken interviews of een interview in de krant. En nu leer je ook op die manier met vallen en opstaan hoe het werkt en wat je moet doen en wat je niet moet doen. En misschien is het dan maar beter dat je daar op je 14e mee begint en dat je het niet doet op je 20e als 100.000 mensen je volgen. Ja, maar dat is het mooie, dat we dus nu ook binnen de KNVB geven die jongens gewoon tips van oké, hoe moet je dat doen? Wees bewust van. We geven voorbeelden. Dus het is een wezenlijk onderdeel van de huidige maatschappij en er is eigenlijk niks mis mee. Dus gebruik het op een goede manier. Ja. Eens. Nou, dat is leuk om daar ook in mee te gaan als trainer. Ja. Maar het is ook het lastige met storytelling. Hè? We hadden bijvoorbeeld Memphis is nu bezig al een paar jaar met zijn eigen verhaal te vertellen. Dat was echt bijna een Hollywood movie de laatste keer dat hij zich ging melden bij Oranje. Ja. Toch? Dat was zo strak geproduceerd. Maar ja, er wordt wel een serieuze issue hè, nu met richting het EK toe. Want die hele revalidatie wordt gefilmd. Mm. Dat is onderdeel van een documentaire. En ja, zeg maar, het slotstuk moet natuurlijk een rentree worden op het EK. Nou ja, als het kan niet eerder. Ja, maar je snapt wat ik bedoel, weet je, daar werkt hij naartoe natuurlijk. Ja. Dat is niet alleen het feit dat hij het vastlegt. Ik denk dat Lyon überhaupt zich een beetje zorgen maakt. Maar kijk, Koeman heeft gezegd, hij moet bij Lyon gespeeld hebben. Dat is nu zijn stelling, hè? Ja. Dat hij gespeeld moet hebben bij Lyon voordat hij meegaat naar het EK. Maar als Lyon slim is, hij neemt nu gewoon een risico. Ja, maar het is een onmogelijke positie waarin Lyon echt niet blij is met de situatie waar ze in zitten. Want hij moet verlengen. En hij komt... hij heeft tot 2021? Ja. Oh ja. Ze zitten in onderhandeling. En als ze nu heel stellig gaan dwarsbomen, terwijl hij wil, en hij doet er nu alles aan, en hij is 24-7 met zijn herstel bezig, en hij moet van Koeman een wedstrijd spelen. En dat zou dan misschien in mei kunnen. En hij zegt tegen Lyon, ik wil spelen. En die gaan zeggen, nee, doen we niet. Nou, ja. kan je die andere kant ook wel schudden. Ja, maar oké. Maar ik denk dat hij sowieso niet gaat verlengen. Nou, ik zeg, ja, weet ik. Waarom zou hij bij Lyon verlengen? Omdat hij goed op zijn plek is. Ja, maar hij is nu... Toen hij binnenkwam, was het natuurlijk een mislukt avontuur. Ja. Nu heeft hij zichzelf zowel bij Lyon als bij het Nederlands elftal zo dermate ontwikkeld dat hij denk ik ook wel weer wil kijken of hij het hogere niveau aan kan. Ja. Hoe je Memphis kent, is die wel dat hij een streber is die het allerhoogste nastreeft. Dan zou hij niet nu opnieuw bij Lyon gaan verlengen, toch? Nou, weet ik niet. Je kan ook een soort dankbaarheid tonen voor de kans die zij hebben gegeven toen hij in de putjes zat. Ja, maar de dankbaarheid heeft hij ook wel uitbetaald, toch? Richting hun. Ja, maar ik kan toch ook zeggen, ik teken bij en met medewerking. Ja. Zodat je er wat meer uit kan halen, als Lyon zijnde. Ja, ik denk niet dat hij het gaat doen. Ik denk het niet. Ik denk dat ze een mooi bedrag voor hem gaan krijgen. In ieder geval niet dat ze in conflict raken. Nee, dat zou zonde zijn voor de periode die hij daar heeft gehad. Maar het is gewoon heel lastig. Wat iedereen zegt, dat was ik ook. Als iemand het kan hij het. Nou, ik heb mensen gesproken die verstand hebben van die blessures. En ik ga nu niet, zeg maar, Daily Blind is heel boos geworden over medische mensen. Nee, ik ga geen medische ding. Maar hij is op een andere manier geopereerd dan dat je normaal doet. En dat zorgt ervoor dat je nu wat sneller, zeg maar, terug kan komen. Maar er zit wel een bepaald risico aan. Ja. Ik vind het ook wel een beetje, kijk, hij wil natuurlijk heel graag, iedereen wil het graag. Maar ik vind het ook wel, ik wil niet zeggen naar, maar een beetje angstig dat er zoveel druk op hem ligt van hij moet het halen en hij moet bij het EK zijn. Ja, ik ook. De kans is gewoon groot dat hij zichzelf daardoor voorbij loopt of dat hij te vroeg. Ik zou het dood en doodzonde vinden dat door, kijk, als we hier over 10 jaar nog steeds zitten met de vrijdagmiddagborrel en dan over 10 jaar. Ik niet, kan ik je vertellen. Je weet niet wat Fik heeft onderhandeld voor je. Ja, daarom. Jordi is dan anchor bij Fox. Ja, nou dat kost hij nog meer geld. Nee, ik drink heel leuk van. Het kan heel goed uitpakken, laten we dat opzetten. Maar voor mij het gevoel wat me nu bekruipt is dat het alleen maar negatief kan uitpakken. Kijk, wat ik alleen maar kan waarderen is dat hij de wil toont om voor het Nederlands elftal te willen spelen. En dat zijn droom is en dat ultieme geloof bij hem zit en dat hij dat uitstraalt door middel van die filmpjes waar we het net over hadden. Nee, maar dat vind ik ook heel mooi. Ja, laat ik dat vooropstellen. Dus hij wil het heel graag, hij doet er echt alles aan en dat soort dingen. Alleen, was het geen EK geweest? Was er dan ook dit traject ingegaan? Nee, er zit een minder urgentie bij. Maar dan zie ik hem dezelfde honger hebben om weer fit te worden. Alleen, dat is ook niet erg. Ik denk dat die honger heel goed is. Ja. Alleen,
er zit een risico aan nu. Nee, absoluut, ja. Maar dat heb ik ook gehoord. Dat de manier hoe hij zich nu profileert en hoe snel het gaat, dat op de langere termijn wel eens als een boemerang naar hem terug kan komen. En daar zijn we natuurlijk allemaal weer bang voor. Alleen, mocht hij het wel redden met zijn lichaamsbouw, alles erop en eraan. Hij speelt een geweldig EK. Ja. Wat ik natuurlijk betwijfel, omdat je als je er zo lang bent uitgewezen, dan heb je weer tijd nodig om fit te worden, ook hij. Ja, dan is wat jij misschien zegt, dan is het naar Lyon toe. Dan kan hij van een 40 miljoen speler een 80 miljoen speler worden. Want die prijzen worden nu betaald voor de Memphissen van deze wereld. Ja, en in het doemscenario kan het een 1 miljoen speler worden. Hè? Zeker. Waarom denk ik in Lyon iedereen peentjes zit te zweten. Zeker. Dus daarom is het correct wat je zegt van in het belang van en Lyon en de speler zelf. Willen we hem allemaal hopelijk de aankomende jaren nog zien op het voetbalveld. Maar in zijn hoofd zit volgens mij alleen maar, ik wil dat EK spelen. Ja. En ik wil graag voor Nederland spelen. Ja, dat vind ik alleen maar te prijzen als ultieme sportman. Ja. Overigens, we gaan het straks hebben over de rest van het voetbalweekend. Er ligt een shirt naast jou. Ja. Fantastisch mooi shirt. Jouw oude club, RKC. Ja. En de man uiteindelijk die uiteindelijk dit ondertekend heeft, denk ik, die zegt, nou, laten we maar een carnavalshirt gaan maken. Is jouw oude teamgenoot Frank van Mosseveld. Kijk, hij heeft hem niet aan vanavond. Nee. De spelers moeten hem aan, Niel. Hij gaat wel carnaval vieren, denk ik. Hij gaat wel carnaval vieren. Nou, Frank, goedenavond trouwens. Straks spelen jullie de wedstrijd, dus tof even dat je wilde skypen. Maar Martijn zei, ja, toen ik bij de selectie kwam, Frank was nog een jong jochie. Goeie jongen. Nou, dat zijn altijd mooie woorden om te horen. Ja. Wat voor jongen was Martijn bij jullie? Ik heb Martijn 2 periodes meegemaakt bij Willem II en later bij RKC. En Martijn was in die tijd al een van de ervaren jongens. En ik moet zeggen, zeker bij ons twee hadden we een leuke groep met wat ouderen en jongeren. Zodat eigenlijk dat ontbrak eigenlijk een beetje aan die middengroep, zeg maar, waar je het vaak over hebt, die 25, 26ers. Die hadden wij eigenlijk niet. Maar ja, ik heb wel een leuke tijd met Martijn gehad, zowel bij Willem II als later bij RKC, waar we zeker ook op de bank nog een paar mooie anekdotes hebben met destijds Zeljko Petrovic als trainer. Oh ja, ja. Zeljko Petrovic als trainer. Ja. Een grote vraag dan, als je Zeljko Petrovic als trainer hebt, hoe gaat het dan met carnaval? Gaat dan Petrovic mee? Overwegend gaan alle trainers die hier... trainer zijn geweest of zijn, gaan dan meestal wel mee. Ja. Want als je in Brabant werkt, dan hoort carnaval er wel bij. Ja, ja, dat hoorde ik van Martijn. Weet je? Maar kan je nou zeggen dat Frank jou een beetje op sleeptouw heeft genomen richting carnaval? De ontgroening van carnaval? Nou, ja, misschien wel. Ik moet maar zeggen, Frank en ik waren wel goed samen. Dus ja, en Frank, die was natuurlijk jong. Dus ja, ik nam een oude man op sleeptouw. En ik kwam natuurlijk niet uit het carnavalswereld. Ik kom natuurlijk vanuit boven de rivieren. Ja. Dus hij heeft me wel geleerd. Dus gelukkig heb ik hem het voetbalspelletje geleerd. Dat is natuurlijk eigenlijk veel belangrijker. Dus, Ja. Hey, maar Frank, we gaan het zo over het shirt hebben. Ben jij eigenlijk echt ook iemand die al maanden vooruit kijkt naar carnaval? Maanden vooruit kijk niet, maar het is wel iets dat je als Brabander met de paplepel ingegoten krijgt. Dus naartoe leven wel, maar al maanden mee bezig, daarvoor is mijn bestaan tegenwoordig niet zo druk. Oké. Neem niet weg dat we wel bewust wat dingen geregeld hebben, zoals we voor het eerst sinds lange tijd weer thuis spelen met carnaval. Ja. Ik heb zelf als speler... vaak ook, of eigenlijk altijd uitgespeeld. En het allerergste wat ik ooit meegemaakt heb, was zondagmiddag 16:45 in Groningen uit. Heb je toen de week daarvoor bewust een kaartje gepakt, of niet? Nou, ik zal geen namen noemen, maar we hebben er inderdaad wel spelers bij gehad die dan bewust richting de 5 gingen met carnaval. Die heb ik wel meegemaakt. Maar, dat zijn de echte, hoor. Ik niet. Ja, precies, absoluut. Het is niet toevallig Robert Braber, toch? Ik kan helaas geen ik kan me niet voorstellen dat jij een carnavalman bent. Ik heb het één keer gedaan. Echt? Nee, ik vind als je er een mening over wil vormen, dan moet je het ook een keer gedaan. Waar ben je geweest? Breda. En? Hoe was je kleed? Matig. Als wat ging jij? Een vriend van mij, die heel erg into carnaval is, die had een doos vol met dingen.
Ja, daar hoef ik niks aan te schaffen. En die had een berenpak. Een berenpak? Ja. En jij, Michel? Ik heb nog nooit gevierd. Wel op to-do-lijstje ooit? Nee, niet echt. Samen met een speler carnaval ja, vieren. Dat voor lijkt verhaal. Me een artikel. Ik zou heel graag met Alan Pardew carnaval willen vieren. Ja, binnenkort alle tijd. Ah, ja, inderdaad. Ja. Maar Frank, outfitje ook al klaar voor jou of niet? Ja, door de jaren heen verzamel je nogal wel wat. Dus, ja. Ik heb, als jullie toch deze kant op dreigen te komen, dan heb ik altijd nog wel wat reservepakketje. Maar nee, wij gaan vaak naar Den Bosch. En in Den Bosch heeft eigenlijk iedereen hetzelfde aan. Ja, zie je sjaaltje toch en zo, of niet? Ja, ja, jasje, sjaaltje ja. Met emblemen. En die hangt al klaar. Maar daarnaast ook een dierenpak. En mijn outfit die ik al een jaar of 12... Met ververdraag is Valderrama, dus ook die klaar. Alsjeblieft, iemand die zit te kijken. Ik wil dat je gespot wordt als Valderrama. Overigens, het shirtje... Oké, Martijn, die kan jij er even mooi bij pakken. Martijn vond hem heel mooi. Ik ja, trouwens ook. Dankjewel. Michel, jij als modekenner? Prachtig. Prachtig? Ja. Ja. Jullie gaan er ook in spelen? Ja, vanavond. Ja. Ben je content hiermee? Nee, absoluut. Ja, ik denk, kijk, de kleuren komen van het geel, blauw en rood. Zoals Waalwijk met carnaval Schoenlappelslaan heet, zijn dat de kleuren. Die hebben we in het shirt verwerkt. Nou ja, de sponsoren komen er goed uit. We hebben enkele details toegevoegd. Het logo hebben we speciaal voor carnaval laten aanpassen. Ja. In plaats van strijdpassie in de kraag staat de strijdpassie dorst. Aan de zijkant, we zullen altijd blijven zingen goed. Vanuit de supporters. Dus maar, we hebben wel wat details. Maar Frank. En, ja, uiteindelijk vind ik het best bijzonder dat we de eerste zijn in Nederland met een carnavalshirt. Ja. Want er zijn grotere carnavalsteden, zoals in Den Bosch of Breda. Maar ja, we hebben in ieder geval de primeur. En, ja. Laat ik vooropstellen dat ik vooral hoop dat het ons de 3 punten gaat opleveren. En dat dit commercieel een succes is. Dat mag duidelijk zijn, maar... Mag ik je wat vragen, Frank? Alle belangrijke poepen. Wat zei je? Mag... Nee, je praat al echt als een directeur. Daar kom je echt niet tussen. Maar, stel dat hier nou wel 3 punten mee te winnen zijn met dit shirt. Ja. Ga je dan volgende week weer in het shirt spelen? Dat is de grote hamvraag. Nou, ik sluit niks uit als het een hele gekke uitslag wordt. Ja. Vraag even aan Fred. Maar, vraag even aan Fred. Ja, ja. Ja, ja. Mijn advies, doe het. Ja, ja. Ja, precies. Nee, dus we gaan het zien. Moet je daar toestemming voor hebben van de KNVB om zo'n shirt te spelen? Zeg maar, stel, voor deze week heb je denk ik dat toestemming gevraagd, maar stel dat Martijn zegt... Nou, veel eerder al. Nee, okay. We hebben uiteindelijk is het idee in oktober, november ontstaan. En ja, het eerste wat wij gedaan hebben is de KNVB erbij betrokken. Want zij moeten inderdaad toestemming geven om in een... ander shirt te spelen. En zij kijken uiteraard enkel en alleen naar de kleuren ten opzichte van de tegenstander. Dus dat was geen probleem. Dat Sparta ook in het uitenuur aangetreden vanavond. Maar Frank, stel dus dat dat zo is. Dan zou dit... Kijk, je had vorig jaar het wonder van Waalwijk in Deventer. Maar je wint vanavond. Ja, dan is dit toch het nieuwe hoofdstuk. Dit shirt. De magie van dit shirt. Dat jullie in de Eredivisie blijven. Ja, ik heb er zo nog niet over nagedacht, maar dat... we helpen je graag mee. Dan maar eens winnen. Ja. Trouwens, als we vanavond maar eens winnen, dan kunnen we verder kijken. Het enige probleem daarbij is dat... maar problemen zijn om op te lossen. Dat de shirts komende week geveld worden voor Villa Pardoes. Oh. Maar goed, daar kunnen we met Stanno wel een draai aan geven, denk ik. Ja. Trouwens, hoe zijn de stagiaires in... de mensen die stage lopen bij RKC, zijn die allemaal zo bij de hand? Als in. Nou, er zit nu namelijk een stagiair naast Martijn op de bank. We kregen namelijk het fantastische shirt van jullie binnen. Nou, dit is Jelle. En Jelle zag dit shirt. En wat dacht je toen, Jelle? Nou, het shirt vond ik sowieso al geweldig. En toen kreeg ik hem ook nog even. Moest ik een pakketje ophalen van mijn baas, want dat kreeg ik opgedragen. Gewoon bevelen zonder betaald te krijgen. En die volgen ze allemaal op hier. Ja. En we kregen dus het shirt binnen. Nou, dat vond ik al gaaf. Dat hem hier, die heeft nieuw ook geclaimd. Nou, hij ligt dus hier naast ons. Alleen ik zag dus vandaag op Twitter voorbij komen dat er ook aanvoerdersbanden waren. Alleen dan moest je, om die te winnen, één van die drie,
aanwezig zijn in het stadion. Nou, helaas zit ik dus hier verplicht, zonder stagevergoeding. Nou, niet hier op de bank. Wat wil jij nou kwijt, jongen? Wat is Frank nu gaat zeggen, je hebt geen stagevergoeding, hier heb je stagevergoeding. Ja, het is een kleine poging, maar omdat ik dus helaas niet aanwezig kon zijn, of er toch iets te regelen viel over zo'n aanvoerdersband. Ja, ik begreep van de jongens dat de aanvoerdersbanden verloot worden onder alle supporters die een gekke foto maken in dit shirt. Nou ja, ik zie het shirt naast je liggen. Haha, lekker! Dat klopt inderdaad, maar er stond duidelijk bij vermeld, want ik was eigenlijk, had hem al aangetrokken. Ja, maar Jelle, luister, dit is de baas van RKC. Dus als de baas van RKC tegen jou gaat zeggen, maak even een gekke foto. 100%, dat gaat helemaal goed. Nou, dan is het toch bij deze geregeld? In de tweet stond dus... Ja, de tweet gaan we niet meer erbij pakken. De tweet bij RKC wordt, net zoals hier bij ons, de tweets wordt ook door stagiaires gedaan. Hè? Ja, oké. Nou, dan hoop ik dat de stagiaires bij RKC toch niet stage worden. Wel stagevergoeding. Ze krijgen waarschijnlijk wel stagevergoeding. Maar dan ga ik mijn best doen, uiterst leuke en gewoon tweeten versturen in het RKC-shirt. En volgens mij zitten er genoeg kwalitatief goede mensen daar die ook wel een beetje kunnen shoppen. Dus, dankjewel, Frank. Dat is een goede. Nee, ik ga mijn best doen. Hey, maar Frank. Hey, helemaal top. Ja, Jelle, we gaan het fixen. Ik krijg zo gelijk in mijn handen gedrukt. Oh. Hey, dit is virale content on the spot. Lekker. Ik word spontaan gelukkig. Ja. Je hebt hem nog niet, hè? Hey, Jelle? Nee, nee, ik begin een beetje te kwijlen. Maar... Hey, maar Frank, je moet denk ik, het is nog 2 uurtjes voor de wedstrijd. Ik denk wel iets doen als directeur. Anders kunnen we wel. Gewoon lekker directeur, hè? Ja, nee, gewoon directeur. Nee. Nou, ik zou je wel zeggen, ik denk dat Frank, nou, dat is een beetje, nou, ik kan het niet zeggen over, ik ken niet alle directeuren van alle Eredivisieclubs, maar als je Frank aan het werk ziet bij RKC, dan werkt hij wel hard. Hij doet wel meerdere functies. Het is niet een directeur die nu lekker gaat dineren en al 5 minuten voor de wedstrijd even aan gaat schuiven op het ereterras. Hebben jullie überhaupt een ereterras of niet? Ja, we hebben wel uiteraard een ereterras. We hebben niet zo statisch als het kasteel, maar onze betere sponsoren zitten ook wel op de middenlijn, zo noem ik het altijd. Okay. Het klinkt als een teamuitje, hoor ik nu. Misschien zeg ik nu iets heel brutaals, maar het klinkt als een teamuitje waar FC Zullen wij gewoon stoppen met deze vrijdagmiddagborrel en gewoon elke week Jelle iemand op laten bellen? Een nieuw item is geboren, denk ik. Ja. Maar, wat is nou concreet je vraag aan Frank? Nou ja, ik wil niet concreet, durf ik zo niet een vraag te stellen. Maar misschien zou het een leuk idee zijn als team uit je, of bijvoorbeeld op de vrijdagavond of zaterdagavond, toch gewoon gezellig is te gaan kijken. Toch? Ja, of, nou ja, misschien zeg je iets heel geks, maar... Bij deze zijn jullie uitgenodigd, jongens. Ook die heel goed jellen. Ja, topper. Hey Frank, heel veel succes vanavond. En dankjewel. Wij hebben gezegd, dit wordt de ommekeer van RKC vanavond. Wie is wij? Broers en ik in de podcast. Ben jij Sparta? Nou, ik... Ja, dan moet je het nu zeggen. Ik denk het shirt. Het shirt, dat moet het onder. Maar gaat RKC winnen, ja of nee? Nou, ja. Ja of nee? Thuis? Ja. Minimaal een punt. Michel? Nou, ja, 2-0. 2-0. Ja. Bilate te scoren, ja of nee? Twee keer? Zo. Nou, als hij maar niet als een kruid verschiet dan in één wedstrijd. Je hebt een hoge doelpuntenpremie, dat zie je al. Ja, heel goed. Ja. Shit, contract verlengd bij 2 doelpunten. Nee. Hey Frank, mag ik je danken? Yes, graag gedaan, jongens. En nou, tot binnenkort dan. Bedankt voor de uitnodiging, de spontane uitnodiging. En fijne carnaval, natuurlijk. Succes. Wat zei je, Martijn? Ik zei niks. Nee, ik zei fijne carnaval. Hey Frank, en voor jou... Dat is Jelle. Jelle hebben we even 1 vraag laten stellen en die neemt de hele show over. Dus dat is Jelle. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Prima stagiaire. Ja, zeker. Nou, het is de eerste keer dat ik dit hoor tot nu toe. Dus dat scheelt. Die kan ik in mijn zak steken. Dankjewel, Frank. Oké, jongens. Succes. Hoi. Doei. Hoi. Doei. Vind je het vreemd nu om Frank als directeur daar te zien zitten? Nou, hij is al een tijdje natuurlijk daar. En we komen elkaar wel eens tegen als ik aan het scouten ben voor het Nederlands elftal. Maar hartstikke leuk. Ik vind het heel knap dat hij dat heeft gedaan. En, maar ik moet er altijd wel toch een beetje aan wennen dat hij directeurtje speelt. Ja, ik kan me wel goed voorstellen. Ook omdat hij natuurlijk wat jonger is. Maar hij doet het goed. Hij is een slimme jongen. Oh, hij zit nog mee te luisteren. Oh. Nee. Dat je nu dan zegt, ja, maar weet je jullie nog, hadden ik maar kan hem terug moeten halen, hij wilde net gaan zeggen. Ja, nee, ja, hij wilde net een anekdote over carnaval gaan vertellen, denk ik, toch? Ja, precies. Nee, wat gebeurt op carnaval, moet er bij carnaval blijven. Nee, maar ik vind het hartstikke leuk als je sowieso jongens waarmee je gevoetbald hebt, die gun je het beste. En zeker wat Frank zegt, de leuke tijd die we met elkaar gehad hebben. En Frank was echt een hele goede verdediger.
Alleen had wel wat blessures. En nou ja, dat hij nu zo hard werkt, dan heeft hij daar toch van geleerd in. Want dat deed hij toen wat minder, moet ik zeggen. Ja, goed. Trouwens, Frank wel bij ons één keer op de redactie geweest. Gewoon een podcast over de KKD opgenomen. Toen gingen we even paspoortjes doen van spelers die bij twee clubs hadden gespeeld. Frank is ongenaakbaar goed. Maar er zijn toch heel veel opties van mensen. Ja, maar die dan ga je dus, zeg maar in een rondje ga je dan langs. Dus dan zeggen we AZ en Twente en dan begin je zo. En dan, oh, als, en dan als je dan mist. Top noemen die ja. Ik wou dank zeggen, wel, anders is best wel moeilijk. Ik moet zeggen, Jelle heeft wel de nieuwe opmerking. De brutalen hebben de halve wereld weer nieuw leven ingeblazen. Ik wil net zeggen, hij zit naast iemand die we kennen als vrij brutaal, toch? Martijn Reuser. Hij was al vrij brutaal. Maar ik denk dat jij zelfs van Jelle denkt, wat is dit? Nee, daarom, ik ben verbaasd. Daarom zeg ik die opmerking, de brutale hebben de halve wereld. Heeft vandaag weer zijn intrede gedaan. Dus, ik vind het heel goed dat hij is losgebroken uit die soort van sweatshop daarachter. En gewoon zijn rol pakt. Ja, dit is natuurlijk een nieuwe setting waar ik in ben gewandeld. Het lijkt mij verstandig om van die klassieke telefoons neer te zetten. Dat mensen kunnen bellen. Ja, in plaats van die chatberichten. Laat ze gewoon een lijntje bellen en dan komen live vragen binnen. Het is zo'n beetje zo'n tv-uitzending voor Heb je nog ramp. Die telefoon van neutrale kijkers? Kan je die toch gewoon hier neerleggen? Ik kan dat simmetje wel doorspelen. Ik heb die simkaart nog. Overigens, ik kreeg een opmerking dat het zijn geen sjaaltjes in Den Bosch. Ik zag het voorbij komen. Oh ja, nu... ja, nee. Ga daar maar niet... Weet je wie? Nou? Jimmy Driessen. Nee, oh, die komt er vandaan. Boerenkiel is het. Boerenkiel. Een boerenkiel. Ja. Maar goed, jeetje. Jij denkt dus dat Sparta niet gaat winnen vanavond? Of RKC niet winnen, het gelijkspelletje? Nou, het is toch niet heel gek om te twijfelen aan de winstkansen van RKC dit seizoen. Ik vind het allemaal hartstikke leuk dat veel analisten en beoordelaars... Zelf ook een analist, hè? Nee, maar het komt vaak naar voren van sommige ploegen halen weinig punten en die spelen slecht. En RKC speelt wel leuk voetbal. Dus, maar ik denk niet dat het een keertje goed gaat vallen, want dan was het nu wel gebeurd. We zitten al ver in de competitie. Ze hebben echt heel weinig punten behaald. Ja, zeker. Dus om nou te zeggen... Ja, dan ga ik toch niet liegen omdat de directeur aan de lijn hangt. Ik denk dat ze een hele moeilijke wedstrijd tegemoet gaan. Ja, spijt me zeer. Mm. Ik vind Sparta bij Vlaag hartstikke goed voetballen. Ja, Sparta mist een spits, alleen op dit moment. Ja, die hadden Reda Karsjoes moeten halen, maar dat hebben ze verzuimd. Het schijnt dat ze nog interesse hadden om de spits dan nog een half jaar door te huren. Van Brentford. Dat is niet helemaal... Dervis Oglu. Ja, maar dat is op een gegeven moment... Dat wilde vond ik best wel raar. Ah, okay. Want ik zag wel dat hij daarna niet meer is gaan spelen. Maar die stond wel meteen met die bekerwedstrijden in de basis. Hij stond hier. Hij kwam op vrijdag aan bij wijze van spreken. Zaterdag speelde hij. Ja. Ja. Ook een beetje gek om iemand zo te verwelkomen. En dan vervolgens niet meer in de wedstrijdselectie op te nemen. Maar daar hadden ze wel iets beter op moeten anticiperen. Want ja, ik denk dat het Peru voor de Eredivisie nog wel licht is. Ja. Om daarop te, zeker, te mikken. Ja. Nee, het is natuurlijk heel gek, want met Reda is gegaan dat eigenlijk iedereen dacht, oké, dit gaat wel rondkomen. Ja. En op een gegeven moment toch nee is gezegd. Hij heeft nog niet gescoord voor mij nu ook. Nee, nu is het tussen de oren. Ja? Nu gaan we zien of het echt goed is. Jij als ervaren spits, hoe moet je daarmee omgaan? Niet. Niet mee omgaan? Nee, stoppen. Stoppen. Nee, ik heb wel echt een zwak voor hem, man, voor Reda. Ja, gewoon iemand die uit de amateurs komt. Het is een prachtig verhaal, maar het is wel allemaal kort nog. Alleen, ik denk in die eerste seizoen... Wat ga jij nou dit... Wat nee, is maar nou in die eerste seizoen zelf. Nou, ja. Een half seizoen. Maar, en ik durf wel te zeggen dat een Sparta en Heracles het kan gokken. Zo snel. Het is wel iemand die uit de amateurs komt, zich aanpast en er... Hoeveel heeft hij al in liggen? 10 plus. Ja, je vergeet je waarschijnlijk even wie de trainer is van Telstar. Dus ik kijk er niet van op. Andries Jonker. Ja. Ja? Nou, je bedoelt als hij met Henri komt... Dan kan dit ook met Garcouche. Nou ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, dan heb je een goed punt. Ja, als iemand goed met spitsen om kan gaan. Nee, maar het is toch een mooi verhaal. Ken je het verhaal van Reda Garcouche? Niet echt. Hij komt, waar speelde hij vorig jaar bij? OFC. OFC, ja. Derde of tweede divisie? Ik ben heel slecht met amateurvoetbal. Ik denk tweede divisie. Ja, dan heb ik hem zien voetballen. Want ik ben een HBS'er. Ah, oké. En OFC speelde toen tegen HBS. Zit André Wetsel nog steeds? Nee. Zo'n tijdje weg, hè? Nee, nu zit er iemand anders. Marcel Koning nam het over. Nu zit er weer iemand anders. Okay. Maar laat ik zo zeggen, toen was hij me niet opgevallen. Nee. Dus. Maar ik vind het wel mooi. Het biedt hoop aan goede amateurspelers. Dat als je het goed doet, dat het nog steeds kan op deze manier. Op een vrij late leeftijd. 24 betaald voetbal in.
En dan eigenlijk had het dus binnen een half jaar was hij dus van amateurvoetbal naar de eredivisie. Ja. We hebben het natuurlijk een paar jaar geleden gehad met Dennis Kaars. Of ja, Dennis Kaars, ja. Ja, Dennis Kaars naar de Jupiler League. Ja, mooi interview voor jou. Zeker. Ja. Ja, dat was wel grappig dat hij zo gehyped werd toen hij toen nog bij de amateurs speelde. Maar heeft hij daarna... Sparta afgeketst toen. Ja. Dat is wel mooi, die jongens die dan bij Sparta toen nog speelden. Heeft hij toen meegetraind, toch? Zeker, die zeiden, hij kan echt niet in positiespel. Maar als we gingen afwerken, was het echt heel goed. Was het heel goed. Nou, Sparta is toen... Het bedrag is toen nog niet rondgekomen. Toen is er nog een inzamelingsactie geweest, weet dat je? Dat was toch op, wat was het? Echt op 20.000 euro, 50.000 euro ging toen dat, is mensen toch een crowdfunding voor hem gaan starten. En hij is toen naar Den Bosch gegaan. En toen bij Den Bosch heeft hij het best wel aardig gedaan in het begin. Maar uiteindelijk speelt hij nu alweer voor mij. Anderhalf jaar bij Quick Boys. Ja. En zijn broertje doet het wel heel goed voor mij bij Volendam nu. Martijn Kaas. Dat weet ik niet. Nee, maar het is een mooi verhaal in ieder geval. Maar meer van dit soort verhalen toch eigenlijk liever? Uit het amateurvoetbal. Zeker. Ja, nee, ik ben benieuwd. Als we kijken naar de Eredivisie dit weekend. Nog wedstrijden waarvan jij denkt, dit moeten we absoluut bij gaan pakken? Jij had je nog helemaal niet gekeken wat dit weekend is. Pak hem ook even. Vitesse PSV, dat is ook echt... Oh kijk, dit is gewoon een tv-scherm, man. Je hebt gewoon een afkijk, Fef. Even kijken. Utrecht-Twente is denk ik acceptabel voor de neutrale kijker. Ja? Ja. Dat is... Ja. Kijk, hier, Twente heeft deze hebben wij even... Nou, kijk, Utrecht-Twente is dus... Welke huidige spelers hebben voor beide teams gespeeld? Werkt of gespeeld? Ja, ik ben hier heel slecht in op vrijdag. Ja, dat merk ik. Ja. Twente en Utrecht. Ja, ik zou eentje hebben. Helpen. Adem Maher. Ja. Ja. Asset. Ja, ook. Jeetje, Neil. Maar goed, dan doen we dit spel wel gewoon niet. Nee, dat doen we niet. Zie Michel ook aankijken. Speel mij alsjeblieft niet aan hierover. Waardeloos. Leuke poging, maar... denk je niet... Ja, ik zit niet dat ik denk, als ik deze wedstrijd kijk, Utrecht-Twente, dan ga ik wel... Vitesse-PSV vind ik wel boeiend. Ja. Groningen-VVV? Of ze überhaupt... Groningen-VVV, nee, maar vooral opzij. Of er überhaupt een doelpoging is? Ik denk dat het is dat één iemand de aftrap moet nemen, anders blijft die bal gewoon op de middenstip liggen. Dat die willen allebei niet, hoor. En ik denk dat Heerenveen-ADO het einde is van Pardew. Heerenveen-ADO is het einde van Pardew. Maar de hamvraag is natuurlijk, heeft Pardew Heerenveen al zien spelen? Want in het AD-artikel van vandaag stond dat hij tot deze week niet wist waar hij de Nederlandse wedstrijden kon vinden. Ja, in de coffeeshop, toch? Ja. Dat is toch zijn verhaal van toen hij hier in het begin... Ja, maar ja, bij Ajax-ADO heeft hij in een coffeeshop gekeken. Ajax-ADO heeft hij in een coffeeshop gekeken? Ja, dat is geen grijn. Want hij was hier in Nederland en toen was hij op zoek naar... wilde hij er gewoon, of hij was in Amsterdam aan het lopen. Hij wilde in het stadion zitten en dat werd hem volgens mij afgeraden. Zei ze, nou, kan je misschien beter niet doen. En toen was hij inderdaad aan het rondlopen en toen zocht hij ergens een plek waar de wedstrijd werd uitgezonden. En dat was in een coffeeshop, zat hij daar tussen de toeristen. Maar goed, en in dat AD-artikel stond dus dat hij tot deze week niet wist waar hij... Nederlands voetbal kon kijken. Ja, het is wel langzaam een beetje pijnlijke parodie aan het worden natuurlijk. Want ja, misschien vergissen we ons allemaal wel een beetje. Nou ja, Martijn heeft in de Premier League gespeeld, maar je zou toch enigszins verwachten dat zo iemand een soort van, ondanks hoe die is als persoon, bepaalde maatstaf met zich meeneemt aan kwaliteit of organisatie of eisenpakket. Nu heb je gewoon echt het idee dat we hier met een losgelopen toerist te maken hebben die maar gewoon wat doet. Nou, volgens mij is hij ook al een tijdje geen trainer meer. Eens? Volgens mij zijn de omgangsnormen in Engeland, wat ik toen heb ervaren, anders dan in Nederland. We zijn anders gaan opleiden, we spelen ander soort voetbal. Dus ja, laat ik zo zeggen... Het lijkt me een vreemdeling in een heel rare omgeving. Ja, misschien is een onbekende omgeving. Ja, misschien is hij ook nog wel een beetje wat dat betreft een trainer van de oude stempel met de oude soort van gebruiken. Want er is ook een anekdote over zijn tijd bij Southampton. Toen had hij Ricky Lambert als spits. En toen op een gegeven moment Lambert speelde goed en scoorde veel. En toen zei Pardew tegen hem, die vond dat hij te dik was. Dus die zei, ja, laat je buiken zien. En toen moest hij zeg maar zijn shirt omhoog doen. En Ricky Lambert zei, ja, dat is zo'n gênant, vernederend moment dat hij daarna 6 kilo is afgevallen en topscorer werd. Nee. Ja, maar ik kan me voorstellen dat misschien iets is wat
jaren geleden beter werkte dan nu. En dat misschien niet overal werkt. Dat je bij sommige ploegen en zoiets hebt dat jongens een beetje in de verdediging schieten bij hem. Misschien heb ik me wel verkeken op zijn look, zeg maar. Want hij is niet, zeg maar, wat zou ik zeggen, Sam Allardyce of zo. Dus ik dacht misschien dat het een serieuzere man was dan dat hij is als je dit soort verhalen erbij had. Want als je kijkt dat hij bijvoorbeeld Aaron Meijers op de bank zet. Ja. Voor iemand die niet heel goed kan voetballen, laten we zeggen dat hij niet zo... Ben je geen fan van Laurens de Bok? Nou, ik vind ik vind geen verbetering ten opzichte van wat er is. Nee. En dan... Hij is daar natuurlijk aangekomen met een ploegje wat daar een beetje de leiding had. En dan wil je een beetje als toch wel amateurpsycholoog daarin gaan snijden. En dan met Meijers toen 2-3 minuten voor het eind in laten vallen. Ja. En dan weer een helftje. Dat past wel een beetje bij het feit van in een volle kleedkamer zeggen, trek jij je shirt eens omhoog. Hij is een beetje een rouwdouwer eigenlijk. Want hij heeft vroeger in de bouw gewerkt. Hij is volgens mij ook glaszetter geweest. Ja. En inderdaad, hij ziet er niet zo uit. Maar volgens mij is hij wel een beetje... Ja, zo'n type eigenlijk, een beetje een type van binnen, een type Allardyce. Maar Frits, in een maatpak. Waar we het net over hadden, het artikel vandaag in het AD. Dat is best pijnlijk. ADO zit nu al in de maag met Alan Pardew. Er wordt ook gezegd dat er heel erg wordt getwijfeld. Waren ze bij ADO niet zo over te spreken? Want onze vrienden van het AD, onder andere Sjoerd Moussou van mij met Etienne Verhoef, die nemen elke vrijdag dan in een voetbalstadion een voetbalshowtje op, Panenka. Of nee, heet het Panenka? Ja, voor mij wel. Is leuk. Jawel, ja? Zeker. Okay. Ja, Sjoerd is sowieso wel leuk. Maar ze waren niet welkom. Ik heb Sjoerd net even geappt. Ik zei, wat is er nou allemaal gebeurd? Hij zei, we zouden eigenlijk in het museum opnemen. Maar ze belden in de ochtend met de producent dat we niet welkom waren. Ze waren niet blij met het stuk van Jorik, de journalist van het AD, over Pardew. Toen zijn ze maar op de parkeerplaats gaan staan. Ja. Maar het is gek, want het is niet meer dezelfde persoon die dat bepaalt. Want volgens mij... Ronald van der Geer. Afkikken was ook een tijd niet... Wij waren bij één club in Nederland niet welkom. Niet welkom. Één pro-club. Nee, maar dat was ook omdat dan één iemand iets had gezegd wat ze was niet... Was jij toch? Nee, zeker niet. Jawel. Nee. Zeker wel. Ik over ADO? Ik heb nooit een mening over. Nee, maar bloedserieus. Dit was niet... Dit keer was jij het niet. Okay. Nee, maar ja, ik vind dat altijd zo maar klein. Maar laat je je zo klein kennen, als toch? Club zijnde. Ja. Ja, want dan volgende week ligt hij eruit en dan zijn ze wel weer welkom. Dan zeggen ze, ja, je hebt eigenlijk ook wel gewoon gelijk. Ja. Maar het zou, ja, even over nadenken. Dus in de winterstop, nou, een nieuwe trainer, nieuwe assistent. 8 spelers bij, huurspelers erbij gehaald. Nou, ik denk dat de helft niet fit was. Van de aankopen. Ja, toch? Er waren jongens die tijd niet hadden gespeeld. Hij zegt het zelf over een paar spelers. Hij heeft vorige week in een interview met Omroep West gezegd... ik blijf net zo lang doorwisselen tot we een winnende formule hebben. Ja, het kan toch niet? We hebben het over de Eredivisie. We zitten in maart bijna. Ja, het enige wat ik erop aan te merken is dat het... Normaal keur je zo'n panieksituatie helemaal af. Maar ik denk dat als ze niet hadden ingegrepen, dat het ook niet veel beter was geweest. Want het was niet veel vind beter. Vind ik echt onzin. Ik denk als je de huidige selectie die had, daar had echt verfrissing nodig. Ben ik helemaal met je eens voor de winterstop. Maar als jij het geld wat je aan dus 10 mensen... Dus nou, Pardew zit er denk ik ook niet, omdat hij een voorliefde heeft voor Aden Haag. Zijn assistent niet en die 8 huurspelers. Als je dat geld had gebruikt voor 3-4 gerichte versterkingen... Bijvoorbeeld hè, wat de concurrent heeft gedaan, VVV onderling. Die hebben een spits gehuurd en die hebben een middenvelder gehuurd. Wat ze nodig hadden, wat ze nog niet binnen de selectie hadden. Dan had je het echt niet slechter gedaan hoor. Nee, oké, maar ja, misschien... het voetbal wordt tegenwoordig niet helemaal meer zo geleid zoals je... Nee, maar snap je wat ik bedoel? Want ik weet je, ja... Was dit wel de enige optie om geld te spenderen? Of spelen er andere zaken waarom deze jongens bij ADO moeten spelen op dit moment? Ja. Ik heb alleen afgelopen weekend 90 minuten gezien. Ik vond echt... Hemeltergend. Ja, het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Het interesseert me echt niet. Ik kan degradatievoetbal in het buitenland, het maakt me niet... Maar dit was echt... Ik vind het voor één iemand wel echt heel leuk. Dat ADO zo slecht gaat? Nou? John van Zweden. Ja. Serieus, met zijn tweets. Moeten we... Maar dan kan ik oprecht echt genieten van... Ja, weet je, iedereen de maat nemen op Twitter... en een grote bek tegen iedereen hebben en dan... Je eigen club. Ik volg hem niet, dus ik zie dat nooit in mijn tijdlijn. Ik dus volg hem ook niet. Ik zie al mijn likes van mensen die op hem reageren. Ja. Ja, dat weet je toch ook een beetje bij moet nog wat. Ik zie al, er moet nog wat behangen worden bij jou, of niet? Absoluut niet, ik ben tegenbang. Alle stukken. Tegenbang? Alle stukken sinds ik hem ken. Nee, gekkigheid. Heb je nog wat actueels? Ik heb nog niks actueels. Jij woont in Den Haag. Ja, daarom. Hoe moet het? Daarom gaat het. Als je boodschappen doet? En ik heb er gewerkt natuurlijk. Ik heb daar in de jeugd gezeten. Oké.
Het gaat me wel naar het hart dat het zo slecht gaat. Ik bedoel, je hoopt altijd dat het met je clubs waar je gewerkt hebt goed gaat. En dat het nu natuurlijk niet helemaal lekker gaat, ja, dat is wel duidelijk. En de keuze voor Pardew is misschien nu makkelijker gezegd dan gedaan. Vond ik heel vreemd, omdat ik hem wat beter kende vanuit mijn Engeland-tijd. Ja. Maar ik denk, was hij toen trainer? West Ham heeft hij volgens mij gezeten. West Brom. Eerst volgens mij West Ham, als laatste West Brom. Daar is hij weer Newcastle. Crystal Palace tussendoor. Hij zou zeggen, dan heeft hij geen... Indruk gemaakt. Nou, we hebben wel indruk gemaakt, maar vooral met best wel wat capriolen naast het veld en op het veld. Ja. En daar zijn de beelden van. Dus, maar normaal, het maakt niet uit. Het was wel iets anders. Het was niet... Ik denk dat ze daar ook gewoon hebben gehoopt. Ik heb dat ze bij Den Haag hebben gehoopt. Er komt iemand anders binnen, zo'n schokeffect. Weet je, ja. Nou, hij heeft dit kunstje al ongeveer 3 of 4 keer gedaan. En het is wel overal gelukt, behalve bij West Brom. Toen die 4 spelers een taxi stalen in Barcelona, toen was het een beetje klaar. Oh ja, klopt. Dus op zich, ik snap wel... Winterbreek, toch? Ja, bij een trainingskamp. Dus ik snap op zich wel dat ze zoiets hebben van, nou ja, hij is misschien iemand die voor een schok-effect kan zorgen. Oké, maar laten we voorop zeggen, het werkt niet. Het heeft niet gewerkt. En ik vraag me af of het gaat werken. Dat is hartstikke jammer. Waarbij ook natuurlijk niet alleen Fons Groenendijk is ontslagen. Maar ook Jeffrey van Ast. Ja. Die daar gewoon hartstikke prima werk, denk ik, deed. Maar op een gegeven moment zit je ook in zo'n fase van... Dan gaat die bal rollen in een negatieve kant op. Ja, ga daar maar eens stoppen. En vooral ook in die hete oven die daar heel vaak aan het branden is. Ja, en dan gaat het vuurtje aan en dan is het niet meer te stoppen. Dus ja, en dan gaan ze iets anders proberen. Ja, en nu is het wel makkelijk om natuurlijk te zeggen van, kijk eens hoe slecht het is gegaan. Nou ja, oké. Maar ik hoop vanuit persoonlijke gronden, omdat ik in Den Haag zit en ook omdat ik weet hoeveel mensen daar plezier uit halen. Ook omdat het nu niet goed gaat, ja, dan hoop je gewoon dat ze erin blijven. Maar het is gewoon, die club is al gewoon jaren gewoon eigenlijk aan het overleven. Dat vind ik juist wel meevallen. Nee, maar ik bedoel, de selectie. Nee, maar ik bedoel... Gewoon heel herkenbaar. Het liefst met twee goede subtop buitenspelers. Om het seizoen een spits die er zoveel in... En dat, zo blijf je altijd een beetje... Nee, maar ik bedoel meer... Ik vind er niet overlevers dat ze elke keer op het randje zitten. Ik vind alleen het verval dit seizoen vond ik enorm aan het begin van het seizoen. Ja, maar ik bedoel, en dan zeg ik misschien, op het veld viel het nog wel mee, maar had ik nooit het gevoel van, oké, ze bouwen aan iets, nee, weet je, om de volgende stap. Maar is het drie seizoenen geleden dat Wang erin stapte? Vanaf, ja, maar dat bedoel ik. Vanaf dat moment is het om de club heen, is voor mij is het al veel langer, iets onbekend. Voor mij is het al langer geleden. Drie jaar. Ja, voor mij is het al 5 jaar. 15 of 16, denk ik. Vanaf dat moment is het toch is 5 jaar. Ja. Nooit één. Nee, maar dat gevoel heb ik dus ook. Dat is zeker waar. Weet je, want dan nu, weet je, die Hamdi, weet je, zit er nu, nieuwe algemeen directeur. Nou, dan zie ik hem wat dingen roepen over de Beneliga. En dan denk ik allemaal, ja, weet je, zorg nou gewoon eerst dat de hele hut dezelfde kant op gaat. Dat iedereen. Ja, maar dat is wel moeilijk. Maar ik snap dat het moeilijk is. Maar je weet waar je aan begint als nieuw algemeen directeur. Want je solliciteert erop. Er hebben er 12 kandidaten zijn er geweest. Jij wordt het uiteindelijk. Dan helpt het bijvoorbeeld nu niet mee om paniekvoetbal. Kijk, je kan gaan degraderen. Laat het voorop stellen. Hè. Ze stonden er niet zo best voor. Met Groenendijk en met Van As en met de selectie die ze hadden. Maar nu speel je ultiem paniekvoetbal. Echt ultiem paniekvoetbal. Ik denk dat Rode JC denkt, zo, dit is wel echt de overtreffende trap wat wij altijd jaren hebben gedaan. Dit is echt all-in. Ja, toch? Nee, maar met een trainer halen uit een competitie... Met de zelfkennis van de mensen bij Roda, maar... Ja. Okay, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Een trainer halen uit een totale andere competitie, dus blijkbaar geen idee van Nederlands voetbal. Een assistent erbij neerzetten. Spelers die niet fit zijn. Ja, dit is wel gewoon roulette en dan, oké, ik heb €100. Ik zet het op rood of op zwart. En dan, we zien wel wat het gebeurt. Ja, ik blijf van mening dat ik denk dat het niet heel anders was geëindigd. Het is nu een soort van triestere aftocht dan dat het had geworden met de selectie van voor de winterbreak. Hmm. Nou, denk ik. Daar verschillen we over in mening. Ja, ik ook. Okay. Ik,
Maar kijk, ADO is gewoon een moeilijke club. Ongeacht of het de goede richting gaat. Er zijn altijd bepaalde tegenwerkingen of stromingen. En dat maakt het ook zo mooi. Want ja, ik woon er en het is nooit saai. Alleen, ik denk dat het wel wat beter had te gaan met echt die gerichte aankopen. Ja, maar goed. Ja. Het is vermakelijk, dat wel. Als maar wat ik wel mooi vind, dat is uit persoonlijke gronden, bijvoorbeeld de Crescentio Summerville, zeker, die daar zijn meters aan het maken is. Wat ik een hartstikke interessante speler vind, ook omdat hij bij ons zit bij de onder 19 en hele mooie dingen doet. Ja, die leert nu wel andere facetten binnen het voetbal en is overleven. Dus hij komt van Feyenoord, waar hij altijd mannetje was. Vorig jaar bij Dordrecht, nu bij ADO. Dus ik hoop dat hij daaruit persoonlijke gronden weer beter uitkomt. Hopelijk over volgend jaar. Want dat vind ik een hele interessante voetbal. Wat ik heel mooi vind van Summerfield, de band helemaal met je eens hoor. Want hij is echt, denk ik, het lichtpuntje dit jaar bij ADO. Er zijn niet heel veel lichtpuntjes, maar dat is die zeker. Dat hij natuurlijk heel slecht in het nieuws is geweest samen met. Het ging eigenlijk om hem, maar het ging om een vechtpartij / opstootje met Mats Knoester. En dat zijn nu allebei elders zichzelf aan het ontwikkelen. En allebei gewoon onbetwist basisspelers zijn in de Eredivisie. We zijn jongen en we maken fouten. Nee, maar daarom. Maar weet je, de eentje is dus dan nu bij Den Haag en Mats Knoester bij Heracles. Dat is toch mooi. Bezig is. Ja, zeker. Trouwens, dat is wel lekker voor jou als Ajax. Ja, heb je... Ik zag iets opzoeken op de telefoon. Nee. Ik vroeg een biertje. Bier. Ja, je kan gewoon bier roepen. Je hebt gewoon geappt voor een biertje? Ja, sorry. Dat is ongelooflijk. Ja. Nee, voor Ajax, super relaxed. Dat is een Heracles moeten nu. Want? Nou, je hebt denk ik dan niet Heracles de afgelopen week zien spelen, of wel? Jawel. Cyril Dessers heeft gescoord. De week daarvoor. Ja. Ja, nee, maar dat was tegen Fortuna. Maar dat zag ik al niet meer gebeuren. Nee, hij heeft nu 2, hè? Ja, daarom. Dus hij moet nu even gewoon niet meer spelen. Voordat je niet weet, Martijn, Jordi heeft in de eindejaarspodcast geroepen dat Cyril nog 2 ging maken. En Cyril luistert nogal naar Jordi. Dus dit speelt nogal redelijk in zijn hoofd mee, hè? Nee. Ik ben als blij. Hij op ik het ben veld blij staat, is dat het enige dat door zijn hoofd gaat. Ja, nou, ik denk... Hij probeert gewoon steeds gelijk te halen. Wij zaten, hè? Wij zaten bij Heracles tegen Fortuna. En hij gaat achter die bal staan. Ik denk, zou hij nu denken... Shit, Jordi Amalia, ja, ik ga er nog maar 2 maken dit jaar. Ik ga die pingel gewoon... Dat hij even naar de kant kijkt, dat hij even zoekt. Nee, maar Heracles zit wel toch echt goed kwijt. Ja, goed. Ik weet niet of je vorige week bij VV hebt gezien en tegen Fortuna maar die week ervoor. Ik vind toch een Heracles op het moment dat Feyenoord, PSV of Ajax op bezoek komt, dat is toch weer niet... Is het de Utrecht in het klein dan? Nee. Maar dat geldt toch voor alle verenigingen waarvan je zegt van week 1... Ja, maar dat bedoel ik als Utrecht, niet, zeg maar. Ben je niet onder de indruk en dan komt de topclub op bezoek waar je toch elk seizoen zowel de spelers als de supporters naar uitkijken en die maken er toch gewoon een moeilijke avond voor je van. Ik op dit moment, en dat is ook wel een beetje waarom ik heel lang geleden nog terug eens moet zijn met jou, met oog op het kijken naar Getafe, maar vooral het onderpresteren van Ajax. Het gaat natuurlijk al een tijdje niet goed in het veld. Steek ik even in mijn zak nog. Zo, ben ik niet vergeten. Was de opening van de show? Ja, daarom. Hij moest even een beetje indalen. Hij moest even laden, ja. Nee, maar dat is ook nog een feit op dit moment, dat Ajax niet heel soepel voetbalt. Dat er hele belangrijke spelers afwezig zijn. En dat... Dus Heracles denkt ook misschien wel, nou, fijn dat Ajax nu komt. Ja, ik schrik er gewoon echt meer gewoon, zeg maar, het niveauverschil van voor de winst op en na de winst. Ik zat tegen Fortuna te kijken. En Fortuna kreeg in die wedstrijd echt zo'n domme rode kaart. Weet je, dat was voor die Cox van mij, die iemand naar beneden, van de water naar beneden trok. Dus kreeg eng een pingel en rood tegen. En ze waren gewoon het eerste half uur heer en meester gewoon in Almelo. Dat ik naar afloop... Ik heb meegekregen dat de voorzitter van Fortuna wat wilde zeggen over de arbitrage, maar dat hij geen schandalig. Niet voor de camera mocht. Schandalig. Nee, ik vond het wel opmerkelijk in die zin van dat ja, hij ja, jij weet, zo... jij weet hoe het werkt, televisie. Als je als voorzitter in Nederland bent en je zegt, ik wil nu een interview, nu live. Ja, dat betekent toch niet dat iedereen zegt, sorry meneer Gun, gaat u hier maar staan, ja, u kunt nu live. De gemiddelde, als ze voor de boarding staan en er is geen studioshow, dan is het gewoon wachten tot een speler of een trainer zich meldt. Ja. Dus het is echt niet zo van... Nee, maar hij gaat toch niet bepalen, ik wil nu een interview. Ja, maar het is voor Fox is toch ook gewoon een leuk interview? Ja, dat, of, en althans, dat lijkt me toch voor de kijkcijfer ook als een voorzitter aangeeft van ik wil graag wat vertellen.
Ja? Je merkt dat het emotie is. Nou, dan ik zou mijn camera wel laten rollen. Ja. Ja, ik niet. Nee. Ik ben het helemaal met jullie eens met zeg maar dat het interessante televisie is. Alleen hoe ik heb gehoord hoe het is gegaan. Ja, je kan niet. Wat heb je gehoord dan? Nou, dat het toch wel echt ging zoals ik zei. Ja, ik wil nu een interview. Ik wil het nu wel gaan doen. En dat de mensen die aan het werk waren, zeiden ja, maar zo kan het niet. We gaan het nu doen, zeg maar. Oké. Okay. Jij hebt hem gesproken. Nee. Jij kan niet liegen op live televisie. Nee, ja, ik kan prima liegen. Maar hij was er niet blij mee. Hij had wel het interview wilde doen. Maar laat ik wel vooropstellen. Dan kan je dus een interview niet krijgen. Dan kan je denken, oké, shit, ik heb het interview niet gekregen. Dat heb ik ook in de podcast gezegd. Hulde voor deze man. Die vervolgens allemaal wedstrijdfragmenten los heeft gezet op zijn Twitter. En daar allemaal voorbeelden is gaan zoeken. Het risico dat zijn account geblokt wordt. Omdat hij beelden deelt. Heb jij dit gedaan? Wat? Heb jij die stukjes voor hem losgezet? Nee, absoluut niet. Nee. Er zat geen muziek onder, dus dan weet je... dan weet je dat ik het niet ben. Nee, maar ik vind dat... laten we het in het midden laten. Ik denk dat je dan toch als chef op de oor moet zeggen, laat maar lekker draaien. En ik snap ook wel het sentiment wat jij zegt. Alleen kreeg ik een beetje het idee dat... Je gaat nu tegen je collega's in van Fox. Nee. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om degene die beslist van, gaan we dit wel of niet doen. Maar het is ook een beetje... Ik merkte al in de afgelopen weken dat in die lokale stukken wordt hij tegenwoordig weggezet als een of andere Turkse dictator. Hoe die leiding geeft daar. Dat vind ik heel raar, want jij weet ook van dichtbij dat ik hem persoonlijk ken. En dat jij weet hoe hij de club daar leidt en hoe de mensen daar lokaal over hem praten bij de club. Ja. Dus ik vond dat een heel raar sentiment. Dat artikel waarin Diemers en Ulte en Hofland zich uitspraken over dat het veld slecht was en dat soort zaken. Ik denk, ja. Maar was dat de Limburger? Ja, tuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Nee, maar ja, het is gewoon, weet je, het volgens mij de lokale media die is met iets bezig. En daarna komt een keer een stukje op VI of een stukje daar. Nou ja, ik heb het niet gezien, maar... Nou ja, kijk, hij heeft het met Fortuna heel goed gedaan tot nu toe. En er zal altijd kritiek komen, dat denk ik wel. Maar ik vond het zeer opmerkelijk. Die niet al vaak voorzitters hebben gehad, toch? Die zeggen, ik wil nu hier iets over zeggen. Nee, ja, nou ja, misschien is dat toch het stukje van de andere cultuur... die even Belver kan drijven toen het niet liep. Ja. Maar heb je hem nu advies gegeven hoe hij het dan moet doen? Ja, ik zou een Nederlands paspoort nemen. Dan mag je alles hier. Nee, maar ja, ik weet niet. We hebben hem een keer nog in de Vrijmibo gehad, toch? Toen was hij onderweg. Skypen. Skypen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Hij moest steeds een keer... De regels, Maar jij bent goed met hem. Nou, niet goed, maar in het begin... Ja, jij bent wel goed met hem. Nee, nou... Verjaardagen? Alleen van de kinderen. Nee. Oh, hij kwam naar Nederland, naar een kleine vereniging. En hij was online actief op social media. Dus we gingen elkaar volgen. En... Dat was heel leuk. Ik denk ook dat er weinig andere mensen om aan te spreken waren die de Turkse taal beheersten. Dus op die manier. Maar dat is echt heel sumier en heel zakelijk op het moment dat er contact is. Heb je wel eens geadviseerd met spelers en dingen? Nou, dat hoeft echt niet. Ze hebben 63 nationaliteiten, dus er zit wel een redelijk scoutingsapparaat achter. Dan hoef ik niet te zeggen, ken je die en die? Nee, oké. Okay. Heb je hem dan wel geadviseerd, zeg maar, qua mediazaken? Als als hij zegt, ik wil een interview met dit of dit, of ik ga dit of dit doen, vind je dat een goed idee? Zo, op die manier? Nee, dat absoluut niet. Het is alleen zo dat als ik... Als zo'n stuk verschijnt, en dat is dus heel lang niet zo relevant voor de grote media, totdat VI een artikel erover schrijft, dan is het wel zo dat... vind ik mijn plicht om hem te bellen en te zeggen van, heb je dit gelezen? Want ik weet natuurlijk niet of alle stukken vertaald bij hem terechtkomen en in hoeverre dat meegaat. En gewoon een reactie vragen. Als ik dan s'avonds daar wat over mag vertellen, dan wil ik graag zijn kant. Want ik voelde wel een beetje de tendens in de artikelen vanuit dat het uit een negatieve hoek kwam. Ja. Dan wil ik graag de ander ook aan het woord laten. Denk je dat hij er nog lang zit? Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. Het is niet dat hij denkt, allemaal leuk en aardig als ik dit allemaal over me heen krijg? Oh nee, maar zo zwaar is het ook helemaal niet. En hij was ook helemaal niet ontdaan. De emotie rondom die wedstrijd was gewoon puur voor de inhoud. Omdat hij, denk ik wel, heel graag op het hoogste niveau wil blijven. Het is wat natuurlijk... Maar jij bent Turks gekomen? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ik zal nooit vergeten, ik heb ooit eens met zo'n all-in resort was ik met een... Kan Jordi ook over adviseren? Moet je je kladblok overtrekken. Nee, was aan het beachvolleyballen. En toen speelden we dus met een Turkse man in mijn team. Even als we het hebben over emotie.
Nou, echt. Die man die vloog gewoon andere mensen aan. En is dat herkenbaar over emotie in die culturen? Ja, je bent wel best wel rustig, toch, geworden? Ik ben rustiger geworden sinds, sinds een jaar en een week of zo. Maar nee, ja, nee. Ja, Jordi is zeer emotioneel, ook als voetballer. Maar ik moet de eerste... Ik heb best wel met veel Turkse jongens gespeeld. Ik ben nog nooit een rustige Turk tegengekomen. Nee, maar ik denk dat het contrast is heel groot tussen binnen en buiten de lijnen, ja, denk zeker. Ik. Al op het moment dat binnen de lijn staat, ja, dan schaam ik mezelf ook wel eens. Ik denk dat best wel kijkers wel eens een keer tegen jou hebben gespeeld. En dat ze denken, goh, wat is Feffi zo leuk bij de vrijdagmiddagborrel. En dan staan ze op zaterdagmiddag tegenover hem. Ik vind het allerergste wat er is. En in het Amsterdamse amateurvoetbal. En mensen zijn geneigd om pas na de wedstrijd te vertellen. Dus dan ben je al 90 minuten uit je plaat gegaan. En dan na de wedstrijd, hey, ik luister elke week. Oh, ja, zullen we een anekdote vertellen zonder naam? Over die man die jou ooit floot. En dat je 2 weken daarvoor hem had geholpen met een artikel over Turkije. Ja, maar dit staat nog een beetje hoog in de emotie. Ik kreeg een appje op de zaterdagmiddag. Ik voetbalde zelf. En die zei alleen maar, jeetje, wat is die Jordi agressief? Dus ik dacht zaterdagmiddag gewoon, oké. Okay. Toen hoorde ik later het verhaal dat dit nogal... Hij floot die wedstrijd en je had hem 2 weken daarvoor. Is ook een journalist. 2 weken voor had hij Jordi gebeld over wat informatie over Turkije. Ja, en het was alleen maar schelden en doen en over en weer een zeik op die scheidsrechter en dat soort dingen. En toen na de wedstrijd kwam hij ook nog mijn richting. Dus ik denk, moet je nou ook nog? Weet je, het is nu al klaar. En toen zei hij, hey, bedankt nog 2 weken geleden dat je had geholpen met die uitzending. Maar het was telefonisch, dus ik had geen idee wie het was. Geweldig. Maar wil je zeggen dat je nu vader bent geworden, dat je rustiger bent geworden op het voetbalveld? Ietsjes. Paulik heel veel. Paulik is heel kalmerend, vind ik. Ja? Ja. Daar heb jij meer moeite mee. Nee, dat is niet waar. Nee. Of zinnige dingen onderwerpen. Ja, inderdaad. Zinnige dingen. Zinnige dingen. Hoe ziet jouw weekend eruit nu als bondscoach onder 16? Ga je wedstrijdjes... Scouten bij vooral mijn leeftijdscategorieën en bij andere leeftijdscategorieën. En dan bespreken we na het weekend die spelers of allemaal of bij Eredivisie wedstrijden langs om te scouten voor Oranje. Maar over het algemeen... Doe je ook, zeg maar. Ja, dus vooral is het eigen leeftijdscategorie. Okay. En mensen in beeld krijgen in het weekend. En door de week ben ik of op Zeist of ik loop met andere clubs mee. Of ik ben, zoals vorige week, dan 9 dagen op pad met onder 16. Ja, cool. En aankomende maandag en dinsdag hebben we weer een future programma. Van de onder 16, dat zijn jongens die dezelfde leeftijdscategorie zijn als onder 16. Alleen in biologische leeftijd veel kleiner lijken en zijn. Dus die laten we tegen elkaar spelen om uiteindelijk hopelijk over 2-3 jaar, waarin ze uitgegroeid zijn, te kunnen aansluiten bij het echte Nederlands elftal. Oké. Er wordt gevraagd, Raf van den Berg, zit hij bij jou? Broertje van Sepp? Ja. Oké. Er staat iemand, wie heeft er meer potentieel, Sepp of Raf? Ja, ik denk dat het heel lastig is voor jou om... Nou, ik heb ze natuurlijk allebei en bij de onder 19. En je bent ook assistent bij Oranje onder 19, hè? Ja, dus ik ben assistent bij onder 19 en ik ben een hoofdcoach onder 16. Dus ik ken ze nu 1,5 jaar, ja. Allebei. Zijn het identieke voetballers of valt het eigenlijk wel mee? Ja, ik vind ze wel heel erg op elkaar lijken en ook qua persoonlijkheid. Terwijl ik ook wel hoor dat ze anders zijn, maar ze zijn redelijk timide. Maar als ze goed zijn, dan zijn ze ook echt verschrikkelijk goed. Ja. In snelheid en corrigerend vermogen. Het zijn allebei verdedigers. Hebben goed oog, zijn slimme jongens, intelligent. Maar zitten nog in hun leerproces van hoe kunnen we nou continu zo goed spelen. Dus allebei heel erg potentiële goede spelers met een sportieve ouders. Ja, zeker. Die krijgen ze ook dingen van mee. Dus er zit wel muziek in. Maar zie je bijvoorbeeld bij Sepp dat hij nu, als hij dan zeg maar... Want hij traint wel voor mij met de A-selectie mee, toch? Ja. Ja. Dat die zich enorm ontwikkelt? Of valt het eigenlijk wel meer... in die leeftijd eigenlijk wekelijks spelen op een hoog niveau? Ja, dat denk ik wel. Maar hij speelt natuurlijk vooral in de reserves. Ja, en ja ik kan me niet inschatten of dat, zeg maar, reserve in Engeland... dat het niveau hoger ligt dan wekelijks spelen in de Eredivisie. Nee, dat is het ding. Ja, vind ik ook moeilijk in te schatten. Omdat ik, maar laat ik zo zeggen, met alle de entourage die je meemaakt bij een eerste elftal... of zoals het nu ingedeeld is bij, in Nederland, hè, bij Ajax, in ja. Dat vind ik top. Weet je, dan heb je publiek, dan heb je de spanning. Kijk, dat vind ik al meer naar profvoetbal gaan. Zeker, ja. En reserves, tweede elftallen, vind ik toch gekunstel. Dus je kan beter op een eerste divisieniveau spelen of eredivisieniveau, denk ik. Dus het wordt interessant voor hem
hoe die dit jaar doorkomt en hoe die volgend jaar, heb ik het dan over Sepp, hè, want Raf die zit nog bij Zwolle. Welke stappen die gaat maken, want dat hij op een gegeven moment wel weer onder de hoogste druk moet gaan spelen. Dat lijkt mij wel duidelijk. Ja, maar het is toch bijna voor zo'n jongen als Van den Berg, maar ook Hoever. Dat kan bijna toch niet dat je na het, weet je, dat je aanhaakt of gaat spelen op die leeftijd bij het allerbeste team in Europa van de wereld. Ja, maar waarom niet? Nou, omdat dat doet die rechtsback, die jonge jongen doet dat toch ook? Wie? Alexander Arnold. Ja, oké. Okay. Maar hij speelt wel op een andere positie. Nee, maar een rechtsback. Nee, maar een rechtsback. Zoals Hoever. He, die ook rechts achterin speelt. Voor mij wordt Sepp altijd centraal gebruikt bij Liverpool. Ja, maar hij is toch ook centraal? Nee, maar ik bedoel die stap om als centrale verdediger door te groeien. Voor mij, als je vroeger altijd zag, bijvoorbeeld de Johnny Heitinga's van deze wereld, begon altijd rechtsback. He, daar, zeg maar, de stap naar het eerste elftal wat minder zwaar is dan centraal. En als ik dan naar Sepp kijk, om dan centraal die stap te gaan maken naar het eerste. Nee, kijk, dan heb je een Van Dijk voor je. Maar dus daarom is het mega belangrijk dat hij na dit jaar, dat hij al die dingen die hij heeft geleerd en al die, die mooie dingen, die potentie die hij heeft om weer te gaan etaleren, hopelijk bij een iets minder goed team. En dat hij bam, meteen kan knallen. Ja. Dus dat zijn altijd van die keuzes. En ik zie hem wel op de bank zitten bij het wereldkampioenschap. In, zeker. En die daar heeft hij toch op zijn naam staan. Nee, maar dat denk ik. Ik denk alleen, ja, die stap lijkt me zo enorm groot. Van, nou, had denk ik, hoeveel? 15 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. En ik ga niet zeggen dat het een verkeerde stap is. Alleen, ja, hoe groot is de kans dat hij ooit daadwerkelijk bij Liverpool... Maar hij is 17, toch? 18 nu, toch? 18. Ja. Maar ja, ik weet niet. Ja, ik snap wel je vraag, maar op zich... Dat wordt denk ik ook gewoon een proces van jaren, toch? Dat hij dan volgend jaar een keer verhuurd wordt. En dan misschien blijft hij weer bij de selectie. Dan misschien nog een keer verhuurd. En dan pas gaan ze denk ik kijken van, nou, kan dit wat worden? Tuurlijk. Maar, nee, maar dat denk ik ook. Alleen het voordeel dan, zeg maar, voor jongens die ook bijvoorbeeld links achterin, linksback kunnen spelen en rechtsback. Dat die eerder de kans krijgen om daar zich een kans krijgen bij het eerste elf. Dan echt een centrale speler. Eigenlijk zeg je dat kinderen geen centrale verdedigers meer moeten worden. Nou, wat ik denk is dat bijvoorbeeld bij Sepp, dat als Sepp bijvoorbeeld bij PEC had gespeeld en had een stap binnen Nederland gespeeld, dat die kans en daar een grote manier was geworden, dat dan de stap naar Liverpool... Ja, maar het is toch nu gewoon met de veiligheid van een contract bij Liverpool in je zak? Nee, maar ik begrijp het ook precies helemaal. Dezelfde. Je kan toch dezelfde... Als hij zich goed ontwikkelt en de mensen zitten daar kort bovenop en Martijn schrijft 2 goede rapporten, dan is Ajax toch geïnteresseerd... Zometeen om hem te huren als zijn. Ik schrijf heel weinig. Ja? Dus zeg maar, de stap binnen de Eredivisie die hij vanuit Zwolle zou kunnen maken, dat hij die nu met Liverpool op zak gaat maken. Ja. Dat is toch, je moet altijd wel een traject afgaan. Leiden meerdere wegen naar Rome. Het is alleen meer als ik dan een beetje kijk naar dat soort jongens. Het ultieme doel is natuurlijk Matthijs de Ligt. Omdat we het over Rome hadden natuurlijk. Huh? Omdat we het over Rome hadden. Nee, maar Matthijs de Ligt, die megatalent, gaat een jaar lang over, speelt alles, oranje, Champions League, zekerheidje. Als Demiral zijn kruisbanden niet scheurt, speelt hij dit jaar niet. Niet vast in de basis. En dan kom je daarmee. En dan zeg je, ja, Zwolle, Sepp van de Nee, maar ik ben... Dat nu is het tegenwoordig met het verhuren zo normaal geworden en dat het gewoon in je loopbaantraject hoort. Dan zou ik ook wel kiezen voor de zekerheid van... Vind je Demiral een betere centrale verdediger dan Matthijs Ligt? Dat weet ik niet. Dat is voor een groot deel smaak en voor een groot deel ook wat de trainer zoekt. Want ze zijn heel anders. Wel heb ik al heel vroeg gezegd dat ik dacht dat Matthijs de Ligt heel zwaar zou hebben met die concurrentiestrijd. A, omdat die andere fysiek en op het oog veel meer past bij de competitie. En anderzijds dat hij al een jaar erop had zitten zeggen. In Sassuolo, toch? Ja. Nee, maar dat denk ik dus ook. En weet je, ik hoop het beste voor ze. Het is meer dat ik daar soms dan over nadenk, weet je. Als ik die kans ooit had gehad, 100% dat ik hem had genomen om naar Liverpool te gaan. 5-jarig contract, daar jezelf te ontwikkelen en dat je over 3 jaar er moet staan. Ja, alleen... Ook wel het idee dat die topclubs een klein beetje geleerd hebben of er beter mee omgaan. Toen dat geld in de Premier League een beetje ging rollen, toen had je gewoon het idee van, ze gooien een visnet uit over een jeugdtoernooi en we zien het wel wat er met die gasten gebeurt. Volgens mij wordt Sepp van den Berg gewoon betrokken bij alles. Zeker. Toen dat interviewtje gezien met Klopp erbij. Ja. Nou, op de bank zitten bij WK een keer met de League Cup en dat soort dingen. Dus je bent veel... Je zit er veel dichterbij. Je leert veel meer dan dat je gewoon bij... Het reserve team wordt... 100% eens, zeker. Alleen, je kan het ook niet...
Het heeft met geluk te maken, met welke trainers er zitten. Weet je, of je uiteindelijk het ultieme doel gaat bereiken. Alleen, het lijkt me nu... Ja, hangt natuurlijk wel één ding over Sepp van den Berg. Jaap Stam zag het niet, dus dan twijfel ik. Ik vind het zo blij dat je deze maakt. Ik heb zo vaak ruzie met mijn team over gehad. Dat hij echt Sepp van den Berg gewoon vijfde keuze maakte. En dan denk ik echt, ja, maar heeft Sepp iets... Overwinnen moest hij, moest erin blijven. Ah, maar hou toch op, man. Ja, niet iedereen durft dat. We vragen je trouwens van Branko voor jou, Martijn. Of je er last van hebt dat je jongens werkt met jongens werkt die wel een profcontract hebben en geen profcontract hebben. Want op die leeftijd speelt er veel. Teken bij mijn huidige club vertrek ik zaakwaarnemers en zo. Ik kijk naar een speler wat hij presteert. Nee, maar merk je het aan die spelers dat ze onrustig zijn, sommige jongens. Dat ze andere jongens wel een contract krijgen en niet. Ik weet wel dat het speelt, maar het is een beetje ballast en is niet mijn pakje aan. Nee. Terwijl je ze wel in een tegen één gesprekjes advies geeft op het moment dat het gevraagd wordt. Ze bepaalde inzichten geeft. Maar waar we het net over hadden, dat vind ik wel mooi. Ik heb wel het gevoel dat de buitenlandse clubs wat beter omgaan met de talenten. En als ik het bijvoorbeeld heb over Dejan Redan. Die ging op vroege leeftijd naar Chelsea. Ja. Van Chelsea naar bij Hertha BSC. En kiest nu eieren voor zijn geld om verhuurd te worden bij Groningen. Ja. Nou, dat je die wegen moet je op een gegeven moment... ben je zo klaar met op de bank te zitten en op de tweede plan te zitten. Ja. En dan is Sepp van den Berg nog maar 18 jaar. Ja, maar, ja zeker. En dan heeft hij... En dan gaat hij al die ervaringen... kanaliseren en dan gaat hij knallen. Kijk, Van Dijk, die heeft ook een hele omweg gemaakt en is nu de beste verdediger van de wereld. Bij Celtic keek er niemand naar. Bij Groningen toch ook niet? Nee. Twijfelde iedereen in Nederland of die het aankon, een hoger niveautje. Kijk, en in buitenland, ik heb in Engeland gespeeld natuurlijk. Daar zijn andere wetten, vinden andere spelers goed. Terwijl in Nederland zeggen, die kan er niks van. Zeker, ja. Of er wordt gewoon anders naar spelers gekeken. Harry Maguire. Wat? Toch? Is een voorbeeld daarvan. Dat is een soort halfgod daar. Hopen dat veel in Nederland zeggen van, wat is dat? Ja. En daar ik betalen denk ze aan Barry Maguire van Utrecht. Als die naam hoort. Ongeveer hetzelfde talent. Middenvelder, toch? Den Bosch, Utrecht, ja. VVV voor mij. Ik had ook een IJslandse jongen. Die kwam bij mij op Ipswich en die speelde achter mij. Die was linksback. En ik was dan linkshalf in een 4-4-2. Nou, en die werd dan gekocht en die was alleen maar aan het rennen en voorbij me aan het rennen. En ik zei na een paar wedstrijden, ga nou eens terug. En die kon er niks van. Maar die heeft echt een geweldige carrière gehad. Nog naar Charlton Athletic, de FA Cup gewonnen. Dus wat ik wil zeggen is van... Niet Rijderson, toch? Rijderson. Maar geweldig, was een oermens. Ja. Maar in Nederland zouden wij zeggen, nou, zet hem bij de 500 meter of de 400 meter rennen en dan gaat hij. Maar die heeft een fantastische carrière gehad. Ja. Dus dat is ook mooi dat die jonge jongens, want dat is dus wel bij Sepp bijvoorbeeld, ja, die wil alles voetballend oplossen. Maar er worden andere dingen verwacht, waar Jaap Stem, als we het net over hadden, die verwachten op dat moment misschien iets anders. Nou ja, dat moet je leren en dat moet hij in je systeem krijgen. In de chat wordt gezegd dat Sepp van den Berg te weinig voor de sport leefde en niet de volledige inzet had die van een prof werd verwacht. Vind ik niet gek van iemand van Sepp. Zegt Jaap Stam dat of zegt Jaap Stam in de chat? In de chat. Sorry, ik wil hier even op inspelen. Er zit de hele tijd iemand... Het was niet mijn schuld. Ja, nee. Het was niet mijn schuld. Ik heb de basis gelegd van deze reeks van Dik Advocaat. Nee, ja, het is ook... Ja, precies, voor iemand van 16, ja. Dan denk ik dat het hem ook meer in de begeleiding zit, toch? Of misschien hoort het er ook wel een beetje bij als 16 zit hem ook in de stappen maken. Ja. Zit hem in, je moet toch stappen maken om ergens te kunnen komen. Je kan niet zeggen, oh, ik heb dat en dan morgen doe ik ze. Weet je, dat gaat toch met vallen en opstaan en... Maar ik heb het hier met Sepp over. Zat jij bij de vertegenwoordigende elftal op de leeftijd die je nu coacht? Zat je toen bij Oranje, onder 16? Nee? Ik kwam gelukkig pas bij onder 18 erbij. Onder 18, oké. Okay. Ja. Ik dacht qua vergelijking of dat... Nee. Ja, maar het is ook heel vaak, weet je, dat is met al die jonge jongens, weet je, die krijgen een kans en dan komt er een nieuwe trainer. Kijk, Jaap Stam zegt gewoon, ik moet overleven, dus ik kan niet met dat soort jongens spelen. Hè? Dat was het argument wat hij gaf. Maar wat Martijn terecht zegt, je kan op zich voor iemand anders kiezen, maar dat betekent niet dat het traject wordt afgebroken, toch, met zo'n jonge speler. Nee. Je kan zeggen, oké, dit heb je op dit moment nog niet. Ga hier aan werken en probeer, en voor mij, de keren dat ik hier Sepp over heb gesproken, dat is wat hij een beetje miste. Ja. Zeker als jonge speler wil je leren. Zeker van een van de allerbeste centrale verdedigers die Nederland ooit gehad heeft.
Ja, ik vind het altijd een moeilijk punt. Wat? Dat iemand een goede verdediger is geweest? Nee, maar dat je op een hele jonge leeftijd kan zeggen van dit zoek ik. En als ik dat niet krijg, dan sta ik open voor de vertrek, zeg maar. Of dan ben ik ontevreden. Nou, ik denk dat meer is gekomen dat... Toch? Als bijvoorbeeld met alle respect, nou wat zou het zijn, Sunderland of Southampton of zo was gekomen voor Sepp van den Berg. Ik denk niet dat hij... Nee, maar Liverpool is natuurlijk... Nee, tuurlijk. De allerbeste club ter wereld en die komt nee, al voor Nee, maar je. Het werd nu een beetje als zijnde van dit miste ik bij PEC, dus stond ik open voor... Nee, want hij had een nieuwe trainer. Ja. Dus de stam was al afgesloten, zeg maar. Dus had nu, en sterker nog, ze hebben voor mij, als je de vader goed mag geloven, Etienne Reijnen teruggehaald, juist om hem te begeleiden in de volgende stap die ze met hem zagen. Als centrale verdediger. Hè, een ervaren jongen omheen. Ja. Dus nee, Jaap Stam, dat boek was helaas, of niet helaas, was al gesloten. Ja. Zullen we dit boek ook even sluiten? Dit boek? Nou, over de Jaap Stam en... Ja? We willen het over nu hebben, toch? Oké. Okay. Ja, waar wil je het nu over hebben? Ja, nee, jij bent de presentator, toch? Ja. Nee, nee, maar nog even over Sip dan. Kijk. Als het maar niet over Jaap Stam gaat. Ja, Stam en Steppen. Nee, even over Raf. Van de Berg kunnen we het uren over hebben. We hebben het over Raf. Ik denk dat je wel een goede presentator zou zijn, Martijn. Heb je ambities? Nee. Oké. Okay. Zou je het leuk vinden? Ik heb andere ambities. Heb je ooit wel eens iets anders overwogen dan in de voetballerij, na je carrière? Ja, ik heb een jaar nadat ik gestopt was, was ik er helemaal klaar mee. Ik dacht van, nou, nu ga ik mijn hele leven alleen nog maar leuke dingen doen. En dat leuke dingen bleek toch het voetbal te zijn. Alleen dan kom je pas na een jaar even afstand nemen, kom je erachter. En ja, voetbal is natuurlijk het leukste wat er is. En ook die wereld is gewoon lachen. Je had je niks gedaan of heb je dingen gedaan die niet zo leuk bleken als voetbal? Ja, ik heb een tijdje lopen te golfen, ik heb een tijdje lopen te lantefanteren, ik heb een tijdje lopen uit te slapen en ik heb een tijdje mijn kinderen opgevoed. En toen op een gegeven moment toen bleef ik wel heel lang in mijn bed liggen. Maar wat is je lekker lang in je bed blijven liggen dan? Tot hoe laat? Wel kinderen naar school brengen? Nee, dat wel. Dan weer terug bed in? Nee, maar het gaat om voldoening. Het gaat om van, jeetje, ik ben nu opeens, merk je, bent wel heel jong om te gaan golven met oudere mensen. Er is niks mis mee met oudere mensen, maar... wel met oude mensen golven als je een jong persoon bent. Nee, precies. Ja. Het team, kijk, zijn toch eenlingen. Dus ik miste de team spirit en met elkaar dingen doen en weer belangrijk zijn. En nou, gelukkig... besloot ik 10 jaar geleden na dat ene jaar waar ik eigenlijk ook heel erg van genoten heb. Hoor, dat zwarte gat, weet je. Daar zaten ook heel veel positieve dingen in. Zei ik van, oké, ik ga nu die trainerscursus doen. En dan ga je eerst je zoontje trainen. En dan komt het een en het andere, word je gevraagd. Nou, nu, dat is best wel snel gegaan dan nu, toch? Nou, 10 jaar. Ja, maar ik bedoel van iemand die eigenlijk niet die kant op ging en dan besluit een trainerscursus te doen. Ja. En nu bezig bent met de beste jeugd van Nederland. Zeker. Nee, maar dan, want ik bedoel, ik weet niet hoe het met de rest zit van de trainers bij de vertegenwoordigde elftal. De meeste die ik spreek, die hebben altijd wel gezegd, ja, ik wilde graag trainer worden en dat soort dingen. Ja, nee, dat ik nooit. Ik bedoel, ja, toen ik stopte, dacht ik van, ik een trainer. Ik bedoel, mensen die naar mij luisteren, ik had wel een hekel aan om naar trainers te luisteren. Dus alleen, ik heb me daar een bepaald... Vaak gebotst met trainers? Ja. Ja? Ja. Dus ik heb daar, maar ik doe nu wel hartstikke mijn voordeel mee, omdat ik dus al die... Inleven. Ja, al mijn kan inleven en al die aspecten waar ze mee zitten. Ik heb zoveel dingen meegemaakt, tot winnen van de Champions League, de Wereldbeker, tot aan degradatie, tot aan op de tribune zitten in de eerste divisie, RKC. Maar als je dus dat nu allemaal, al die dingen die ik ervaren heb, en daar heb ik het dus net over, die jongens die waar we het nu over hebben, die nu hun stappen zijn aan het maken in het voetbal, dat heb ik dus allemaal al meegemaakt. Ja. En nu is het zo fijn dat ik in al die negativiteit nu weer een positieve draai aan kan geven. En dat geeft me dus zoveel voldoening. Ja. En Was er één trainer waar je echt niet een groot mond bij kon geven? Sorry? Was er echt een trainer dat je dacht, oké, als ik daar zeg maar in conflict raakte of dat ik daar een grote mond tegen geef, dan heb ik echt een groot probleem? Nou ja, dat heb ik ervaren natuurlijk. Ik heb met Van Gaal... Maar dan had je ook gewoon, als je het niet eens was met Van Gaal, dan zei je... Nou, het zat er meer in mijn gedrag. Dat ik altijd een beetje lollig deed en dat vond hij vervelend. Maar met Herbert Neumann heb ik ook dingen meegemaakt. Maar nu...
kijk ik er echt positief op terug dat ik dat heb meegemaakt. Want dan weet ik dus, als die jongens dat nu bij mij doen, dan probeer ik ze uit te leggen van, en dan kan je ze helpen. Zou de speler Martijn Reuser een probleem zijn voor de trainer Martijn Reuser? Als je als trainer daar niet mee weet om te gaan, dan heb je een probleem. Maar als je er op de juiste manier mee omgaat, dan is niks een probleem. Bij jou? De trainer Jordi Amali, zou die om kunnen gaan met de speler Jordi Amali? Jawel. Ja? Ik denk dat we uitstekende klik met de twee zouden hebben. Ja, jij een goede assistenttrainer bent. Echt? Ja. Arm op de, weet je, arm om de schouder. Burgos van Simeone. Ja. Ja. Af en toe even ruzie maken langs de lijn. Opnemen voor je team. Nee, ik ben helemaal geen goede. Nee? Schouder, nee. Ik ontmoet iemand en dat is of een hele goede vriend van me voor de rest van mijn leven. Nee, ja. Of ik hoef hem nooit meer te spreken. Ja, ik ben niet iemand die in een groep staat en met iedereen kan omgaan. In een team zit, zeg maar. Nee, met jonge jongens en... Nee, ga nou niet naar die kroeg in Amsterdam. Ga dan naar die kroeg, daar zitten geen... Nee, luister, ik ben heel serieus. Op een gegeven moment, onze club ging dat ook faciliteren dat je dan je trainerspapieren kon halen voor DEF-jeugd en die stapjes maakte. Kreeg ik een ploegje onder mijn hoede. En er was er eentje die niet luisterde en volgens mij een tikje ADHD had. Nou, kon ik niet mee omgaan. Maar wat heb je met hem gedaan? En niks. Ja, dat is E-jeugd of zo, Niel. Maar ik kon dat niet handelen. En ik vond het superleuk om te doen. En al die andere kinderen waren aan het luisteren. Want ik zat toen in het eerste en dat vonden ze allemaal super interessant. En dan ging ik op zaterdag vroeg bij die wedstrijd staan. En die ene, die heeft het gewoon helemaal fysiek voor mij. Ik kon het niet om. En dat was gewoon een kind, hè? En is nu prof. Hè? Huh? Nee, die is zeker geen prof geworden. Zo was ik. Ik was een jongetje. Ja? Ja. En zo was maar je kan niet tegen druktemakers en zo? Nou ja, ik absoluut niet van mezelf streng of zo. Maar als ik tegen die gasten zeg van, nou, we gaan proberen linksom en die andere blijft rechts gaan. Ondanks dat je dan ook nog twee keer extra hebt. Zeg, ja, dan op een gegeven moment, je kan niks. Het liefst geef je me een hengst. Ja. Goed. Opvoedkundig. Maar dat is dus een leuke... Die omslagpunt die ik heb gemaakt van, ja, hij ziet het negatief, ik zie het positief. Dat hij, ja, omdat jij zelf zo was. Hoe krijg je nou een jongen die tegenovergestelde wat jij doet, toch zo dat hij het gaat doen. Dat hij het gaat doen. Ja. Dat is het mee. Ik heb de mooiste dingen meegemaakt met jongens die ook het bloed onder mijn nagels haalden. En uiteindelijk, als ik ze nu zie lopen, hij trainer. Ja. Weet je nog? Ja, maar dat is volgens mij ook echt wel een soort van inherent aan, als je dat beheerst als trainer zijnde, dat je dan voorgoed met die speler een band hebt. Wat voor trainer zou jij zijn? Het lijkt me helemaal niks van trainer. Nee? Het lijkt me heel moeilijk vooral. Wat jij zegt, is het ook een best wel psychologisch beroep bijna, dat je bij al die jongens apart moet denken, oké, hoe moet ik deze aanspreken, hoe moet ik deze aanspreken? Ja. Het lijkt me heel pittig. Kijk, ik moet wel zeggen, als ik nu achteraf kijk, ik heb wel bepaalde basisvoorwaarden om een hele goede trainer te zijn. Alleen die basisvoorwaarden moet je blijven doorontwikkelen en die mindere punten, ja, dan moet je ook wat meedoen. Wat is echt een heel slecht punt van de trainer Martijn Reuser? Als we het hebben over Simeone en mensen die langs de kant hun emoties laten tonen. Ja, daar heb ik soms wel eens wat moeite mee. Ja? Alleen, ja, dat probeer ik ook op een positieve manier over te brengen. En dat is bijvoorbeeld in Portugal is dat soms goed gelukt. Hè? En soms was het ook over het randje. Nou, dan word je weer gecoacht door de mensen om je heen. Doe nou eens wat rustiger. Dus dat is iets minder, maar het positieve is dat ik dat ook heel goed kan tackelen en in de kleedkamer zeg, jongens, het is me weer overkomen. Ik zou het anders moeten doen en zij voelen... Ik liet me weer gaan, sorry jongens. En zij voelen wel... Jullie over 5 wedstrijden. Ik had de scheids niet aan moeten vliegen, mijn fout. Nee, maar zij voelen wel dat het echt is. En daarin zit ik ook gewoon nog in een... Dat is denk ik de enige manier dat je die kwaliteit, zeg maar, een soort van met je kan dragen. Want op het moment dat die gasten doorhebben, of dat, zelfs ik als dat kijker, acteren dat acteren langs het veld is, dan ben je heel snel klaar. Want dan is het een act. Ja, maar ik heb natuurlijk ook tijdens mijn trainerscarrière net gedaan alsof... Ja. Ja? Ja.
Maar boos, gespeelde boosheid. Dus dat ik daar netjes deed. En dan zei mijn assistent-trainer van, wat doe je nou raar, man? Wees nou gewoon jezelf. Dus dat zijn allemaal van die fases waar je doorheen gaat als trainer. Maar ook als speler zijnde. En dat is hartstikke leuk om daar leidend in te zijn, te begeleiden, de jongens daarop te wijzen. En uiteindelijk hoop je ook altijd zo'n... En dat is wel, het is wel mijn voetbalwereld. Uiteindelijk barst ik van de ambities en wil ik winnen. En wil ik ten koste van alles, wil ik ergens komen. Waar wil je komen? Wat is je ultieme doel? Nou, het zou heel mooi zijn om ooit eens op een EK of een WK met het nationale elftal te zijn. En in welke functie dan ook zou ik dan graag willen helpen om een EK of een WK te winnen. Goed doel, toch? Dat kan niet echt parallel leggen. Ja, man, kijk, je hebt natuurlijk journalistiek talent van het jaar. In mijn opzicht van de eeuw. Maar dan, dat is natuurlijk een soort van opstart. Alsof je als talent doorbreekt bij Ajax. En dan heb je een helder doel. Is er een, binnen de journalistiek een doel wat jij voor ogen hebt? Zoals dat Martijn dan EK of WK mee wil? Nee, er is geen WK, volgens mij, voor zover ik weet. Nee, dat is wel een goeie. Daar zat ik ook, daar zat ik natuurlijk over na te denken. Want je hebt je hebt dus dat sportjournalistiek talent. Je hebt dan sportjournalist van het jaar, dit jaar, Frank Heijnen. Maar daarna komt eigenlijk niks meer. En dat is wel grappig. Maar dat is denk ik, ja, je moet dan die voldoening uit jezelf halen. En denk ik halen uit gewoon mooie projecten blijven maken. Maar kijk, als ik nu ook heel erg uitspreek, natuurlijk het EK en WK, dat doel. Ja, maar die weg daarnaartoe is vaak nog wel gaver, weet je. Dus zeg maar, ook waar ik nu zit. Maakt het uit met welk land? Of is het, heb je het idee, ik wil dit met Oranje? Of? Nee, wel met Oranje. Met Oranje, oké. Natuurlijk met Oranje, dat zou helemaal geweldig zijn. Maar wat ik al zeg, van binnen referentiekader nu... met de onder 19 het EK gaan halen en dan daar, dat is de korte termijn, weet je. Maar ooit lijkt het me gaaf. En het ligt soms niet alleen in mijn handen, het ligt ook in mensen om je heen en geloven ze in je. En als het niet zo is, dan zal ik er ook geen minuut minder om slapen. Okay, maar voor jou, dat is lastig, zeg maar, hè, om de volgende stap te gaan zetten. Maar een soort van... ik zou gewoon een blad financieel verzilveren. Een blad of het ding is wat je zou kunnen... De Athletic? Nou, Athletic is anders, hè? Nee, ik denk misschien als je een heel, heel tof boek maakt. Ja? Dat is natuurlijk niet een WK winnen, maar dat is wel iets, kan ik me voorstellen, een project van een lange adem, waar je heel trots op kan zijn. Maar wat vind jij een tof boek? Bestaat in jouw segment niet heel veel, hè? Zeg maar, hoe de verhalen die jij schrijft. Nou ja, als je altijd bundels. Ja, als je Fever Pitch hebt gemaakt, Nick Hornby. Ja. Dat is denk ik wel, misschien geen WK, maar wel een Champions League winnen. Ja. Maar bijvoorbeeld de biografie van Kieft, vind je dat een goed boek? Ja, zeker. Ja, er zijn heel veel biografieën en er zijn er maar een paar, denk ik, heel echt goed en interessant. En dat is er wel eentje, grijpen ze natuurlijk. Jacques Polak heeft er nu een, hè? Jacques Polak, ja. Dat zag ik voorbij komen op Twitter. Jacques, ja. Was het, Martin Jool was Jol, dat. Toch? Ja. Ik moest daar Polak. Was eentje die ik moest ook, gisteren ben ik echt gefascineerd geraakt door de foto die Michel had getwitterd bij AZ. Van die plastic tas. Plastic, ja, die boodschappentas van de Deen. Je had het verkeerde. Oh, wow, dit is wel heel snel klaargezet trouwens. Want je zei... Ja. Dat was de DK, maar je werd denk ik door iemand van de Deen gebeld, hè? Ik werd meteen door drie mensen gerectificeerd binnen een minuut van dit is een tas van de Deen. Ja. Dat is inderdaad een tas van de Deen en ik zag hem al, want ik zag hem bij de highlights, dat ik vandaag terug te kijken. Highlights is wel een relatief begrip bij deze wedstrijd. Zeker. Maar toen deed hij al mee in een soort van spelmoment. Oh, echt? Dwarrelde hij over het veld, ja, bij een kans. Ja. Uiteindelijk is hij dus in het doel beland... Ja, dat vond ik gewoon... Ik vind het wel mooi, want dit zijn dus de mensen die je op Twitter daarvoor volgt. Ik vind het schitterend dat als je zo van de Deen houdt, dat je als je dit voorbij ziet komen als tas van de DK, dat je in is de press springt van God, die is van de Deen. Ja. Ja. Woedend. En gewoon boos, woedende reacties. Nee, maar ik vind het wel mooi, want daarvoor volg ik jou ook op Twitter, is dat dit soort dingen... Het valt mij nog ineens zozeer op. Ja, maar ik vind dit... Ja, kijk, dit hier hebben we nog eentje. Ja, maar er zijn dan weer heel veel dingen in een wedstrijd. Hoe kan dit ook echt, jongen? Ja, hier heb ik ook heel lang over nagedacht. Maar ben je erachter gekomen? Nee, nou ja, iemand zei op Twitter... dit is waarschijnlijk op het kantoor van zijn management.
Dan snap ik nog steeds niet waarom die stickers er liggen, maar het is wel logischer dan dat ze... Bij de VVCS misschien, omdat die dan samenwerking hebben met de Eredivisie? Ja, dat zou kunnen. Het is wel logischer dan dat ze in Sheffield liggen. Dat had ik helemaal wel vet gevonden. Als de voorzitter van Sheffield gewoon een heel groot fan is van voetbalplaatjes. Het zal maanden bezig zijn met die transfer. Ja, nee, maar ja, dat soort dingen vind ik gewoon leuk. En ik heb dan weer tijdens wedstrijden dat ik heel veel dingen mis. Ja? Die jullie waarschijnlijk wel zien. Ja, maar je kan het ook niet aanleren om zo naar wedstrijden te kijken. Dat is gewoon hoe jij bent en hoe je überhaupt in het leven tegen dingen aankijkt, toch? Ja, weet ik niet. Ja, dat denk ik, ja. Ja. Ja, het is gewoon een voorliefde voor randzaken en voor dingen buiten het spel. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. Hoe was dat toen je de prijs kreeg, zeg maar? Want het was voor mij bij de NSP, toch? De NSP-gala. Ja, klopt. Er zitten allemaal journalisten die, denk ik, 90-95% wedstrijdverslagen tikken. Gewoon standaard interviews tikken. Ik hoorde dat ze heel erg hadden geboet. Ja, werd Michel geboet in de binnenlucht? Nou, er zaten heel veel bestuurders en directeuren en bobo's. Inderdaad, veel oudere voetbaljournalisten. En op een gegeven moment dat juryrapport werd voorgelezen. En er werd gezegd van, ja, hij is 23 jaar. En toen keek ik om me heen. Toen dacht ik, oh, volgens mij ben ik dit. Ja. Want ik was volgens mij samen met Dave, Sam en Pieter Zwart waren ze een beetje de jongste daar. Dat was inderdaad wel gek. Want ik bedoel, ik voel me ook niet een sportjournalist of zo. Ja. Dus daarom vond ik het in die zin heel verrassend dat ik dat won. Werd je wel goed geaccepteerd, denk je, door de rest? Ik ben niet weggehoond. Dus dat wat dat betreft ging wel goed. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een beetje in de lijn past van dit jaar. Met Frank Heijnen, die sportjournalist van het jaar, was natuurlijk ook niet een klassieke nieuwsjager of klassieke voetbaljournalist. Nee. Dus ik denk dat daar wel bewust voor is gekozen. Mooie bekroning. En Frank Heijnen is de opvolger van Helene Hendricks, toch? En die is de opvolger van Henk Hoytink. Het is een heel mooi rijtje waar die in... iconisch trio. Laten we voor feest en partij. Kan je hem prolongeren? Nee, volgens mij niet. Nee, daar was ik ook bang voor. Nou, sportjournalist van het jaar misschien wel. Maar wie zou jij nu al nomineren voor 2020? Sportjournalistiek talent? Poeh. Talent ook nog echt. Ik zou zeggen Dave Albers van Vice. Ja. Die is ouder dan jij bent. Ja, dat is waar. Bijna iedereen is wel ouder dan... Pam Slanting. Ik neem meestal serieus Sam Slanting te denken. Ja, maar die is ook al een stuk ouder. Ja, hij schrijft al een paar jaar, maar krijgt nu pas... Een te oude ziel. Dan moeten ze hem de eerste prijs geven, die van Frank. Ja. Nee, dat kan niet als talent. Ik ga er zo over nadenken. Nee, je kan Sam Planting de oeuvre wel, prijs geven, toch? Voor zijn hele oeuvre. Er zijn serieus wel, volgens mij, zijn er echt jonge jongens bij VI af en toe aan het schrijven die dat wel goed doen. Oké. Okay. Voor de rest, ja, kijk, zij zijn maar met z'n drieën, dus je kan beter dat platform waarderen dan elke keer een prijs geven. Weet je dat zij de enige Five Sports ter wereld zijn die nog bestaat? Overal is Five Sports stekker uitgetrokken. Ja, ja. En deze week was er ophef over Five, hè? Maar dat had niet sport gerelateerd te maken. Hey, ja, ik schrik elke keer als Vice in het nieuws komt. Want of we zijn ergens opgeheven of... Nee, dat was die man, een crimineel ingehuurd. Van Radovan T. Daar heeft Vice Land, dus zeg maar de tv-zender, een serie meegemaakt. En die heeft gewoon gezegd over al zijn liquidaties en of alle contacten. Die zei, ja, het is voor een serie die ik aan het maken ben. Maar daar kwam Vice deze week in het nieuws. Ja, liquidaties daar... Had jij niks mee te maken, toch? Distancieer ik me sowieso van. Heel goed. Dat is een goed statement. Ongeacht het slachtoffer en de vader. Ik zit trouwens tegen jou. Ik had tegen jou gezegd, het is van 5:30 tot 6, toch? Ja. Oké. Okay. Nee, chill. Ik weet niet. Hoe laat is het nu? 7. Ik heb af en toe is dat ik de laatste paar minuten heb het weg... Maar jij moet niet eten om 7 uur, of wel? Nee, ik heb graag... Ik moet... Ik heb om 9:15 een afspraak. Maar kwart over negen? Oh, dat gaan we halen. Dat gaan we halen, toch? Even kijken, Jupiler League dit weekend. Jupiler League ook, hè? Yes. Ik denk dat wij toen het laatste Vrij Mimo deden, dat het toen nog een Jupiler League was. Oh, 100%. Ik heb KKD niet... Nee. Maar waarom gaan we zo lang door? Omdat het zo gezellig is? Of? Ja, we hebben niet echt, hoeven niet naar de reclame. Oh, we hebben allemaal niks te doen. We kunnen even naar de reclame, maar... Dat vinden jullie ook wat kansloos. Nou, lekker om zo het nieuwe seizoen beginnen. Vinden jullie ook wel kansloos? Nee, we doen het eigenlijk om te kijken wie het eerste knock-out gaat hier achter aan tafel van niet eten. Maar die moeten... Je hebt een nieuw regime, die moeten wachten op jou tot ze eten mogen bestellen. Nee, helemaal niet, want broer zit toch... Je broer zit dat af. Ik heb vanmiddag aan jou gevraagd, zullen we wat eten? Ja, ga ik even over nadenken. Ik zei friet.
Het is wel echt een gezonde sportmaaltijd die erin gaat. Ik zie de zakken bugles en nootjes en nou, prima. Maar ja. Wel een mooi moment om af te ronden. Ik wil het zeggen. Hoe voelt het in deze nieuwe setting? Onwennig. Voelde onwennig, afstand. Maar leuke gasten, die hebben me doorheen gesleept. Ja. Kijken of ik over 2 weken weer kan opbrengen. Dit is wel mooi, hè? Vroeger, als je niet deze instart, was het altijd het doel om zo lang mogelijk te laten draaien. De eindtune dat die hem zelf weer stopte. Nou, kijk, Yannick is ook blij dat hij terug is. Dus die heeft nu echt netjes gewacht. Want vroeger startte hij hem in terwijl wij nog helemaal niet klaar waren. Nee, dat bedoel ik. Om 6 uur. Ja, 6 uur eindtune. Dan had hij gewoon 3 kwartier doorgedraaid. Michel, mag je danken? Graag gedaan. Wat kunnen we de komende periode nog verwachten? Of ligt er nog niks op de plank? Nee, er ligt waarschijnlijk volgende week komt er een verhaal over een mysterie. Daar kan ik nog niks over zeggen. Mysterie? Een mysterie. In de voetballerij? In de voetballerij. Oh. Ja. In een lagere regio. Kunnen we je helpen? Klein tipje van de sluier? Ja, dat... Nee, het mysterie is nog niet afgerond. Dus ik hoop dat die... Maar is het mysterie wel opgelost ondertussen? Nee, eigenlijk nog niet. Denk je dat het opgelost gaat worden? Dit weekend misschien. Dit weekend? Daar ben ik sceptisch over. Oei. Dus waarschijnlijk wordt het gewoon een heel lang verhaal zonder... Open eind. Open eind. Nou, wel een goede teaser dit zeg. Een mysterie in de voetballerij die misschien dit weekend worden opgelost. Maar mocht het dit weekend opgelost worden, is dan je verhaal klaar? Het is nooit helemaal klaar, maar ik ga hem dan wel publiceren. Okay. Goed. Martijn, dankjewel. Oké, geen dank. Ja, vond je het leuk? De lat is hoog gelegd. Nee. Dus in dat opzicht ben ik benieuwd. Ik ga volgende keer weer kijken. Moeten we eigenlijk... het idee was om nog de stagiaires uit te nodigen. Voor wat? Ja, om zich even voor te stellen aan de mensen. Omdat ze de hele tijd achter zitten. Oh, dat is prima. Ik wil roken. Dan kunnen ze mijn microfoon. Dan kunnen ze één voor één op deze stoel. Dan krijgen ze allemaal... Mogen de gasten ook benen strekken, denk ik. Maar het is toch leuk dat zijn de kijkers vanaf de Maar misschien... Martijn is wel een goede... Martijn, jij mag ze ondervragen. Wie durft hier als eerste te gaan zitten van de stagiaires? Zo. Nee, jij bent al geweest. Ja, Maurits. Dan moet ik jouw werk overnemen. Ja, nee, jij bent de presentator. Ik was de gast. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel, Martijn. Nou, ik weet niet of Yannick er nog zin in heeft. Maar dan gaan we een halve minuut... Je mag in een halve minuut mag je tegen de camera zeggen wie je bent en wat je doet en wat je ambities zijn. Ik ben Maurits, 21 jaar. Ik ben Feyenoord supporter. En ik vind het gewoon best wel lijp hier en wat mijn ambities zijn. Ja. Bij FC Afkikken. Lijpe content maken. Heel simpel. Dankjewel. Nee, gewoon rechtdoor. Dus zeg wie je bent, wat je ambities zijn. Ik ben Jeroen. 19 jaar, ik zit sinds kort hier bij FC Afkikken. Ik maak met name de draaiboeken en ik doe de social media. En ik hoop dat we met name op de Insta en Twitter met FC Afkikken mooie content kunnen maken. En je hebt ervaring, hè, in voetbaljournalistiek? Ja, dat klopt. Waar heb je hiervoor gezeten? Ik heb bij Voetbalprimeur gezeten, heb ik social media gedaan. Ik heb heel af en toe heb ik voor Fox Sports E-divisie gedaan. Okay. Maar met name bij Voetbalprimeur wel voor een hele lange tijd gezeten. Als je Voetbalprimeur en FC Afkikken met elkaar moet vergelijken? Ik denk met name dat ze allebei heel erg hun eigen visie hebben. Ik denk misschien dat het hier iets meer met een lach en een knipoog is. En ik denk dat bij Voetbalprimeur misschien soms iets serieuzer is. Maar ik vind van allebei vind ik het wel wat hebben. Dankjewel. Yes. Succes, hè. Goedenavond, mijn naam is Lars. AK Benji. Ken jullie wel van de stories. Ik loop hier ook stage, voetballiefhebber. En ik rechterhand van Broes eigenlijk. Noem je jezelf nu al de rechterhand? Ik noem mezelf de rechterhand. Oké. Okay. Ja. Mag ik dat zeggen? Wat zijn je ambities bij FC Afkikken? Ja, de linkerhand van Broes worden. Nee. Maar ambitie bij FC Afkikken, ja. Toch gewoon een onmisbaar persoon worden hier binnen de redactie. Onmisbaar persoon worden? Voor FC Afkikken überhaupt. Staat genoteerd. Boegbeeld. Wat zei Fef? Niemand is onmisbaar. Dankjewel, Benji. Veel plezier met carnaval vieren. Volgende. Ik ga mijn best doen. Hebben we nog iemand? Zeker. Oh, dat waren ze. Benji, wil je afkondigen? Wil ik afkondigen? Jazeker wil ik afkondigen. Ik wens iedereen een fijn carnavalsweekend onder de rivieren. De Toreador, zet hem aan dit weekend. Doe wat geks. Wat hebben we nog meer?
Nou. Leuke dingen. We hebben nog nieuwe dingen. Kijk dinsdag weer. Nieuwe Champions League show s'avonds. Bij weekend.